Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en welkom bij een nieuwe livestream. Het is vandaag weer tijd voor Community Night, de Grand Prix of Marbles Championship. Vorige week was een groot succes, want we hadden als kampioen Spooky 1611 met een verschil van 6 punten naar Bas. Hell yeah, hele week van mogen genieten. Deze week zijn we er ook weer. We zijn er deze week weer. Sowieso nog heel december zijn we er. En dan gaan we aan het einde van het jaar de som weer opmaken. Maar het einde van het jaar is alweer deze maand. Hoe dan? Hoe is het nu alweer december? Hoe komt het dat het jaar zometeen alweer voorbij is? En dan is het 2004 en... Oh my god. Nou, als dat geen Back to the Future flash was, dan was ik alweer terug in het jaar 2004. Oh my god. Jasper met de Thunder Flash donatie. En hij zei boom erbij. Zo de ju. Ik ben echt even heel lang blind. Ik begin nu een beetje terug te kunnen zien. Holy moly. Hallo, ik ben wel meteen wakker weer. Mijn god. Dankjewel voor de support, Jasper. I appreciate you. En dat licht staat volgens mij te fel. Dat licht staat een stuk feller weer dan dat ik gewend ben. Ja, shit. Tijd gaat echt te snel. Ja, voor je het weet is het 2050 of zo. Dat klinkt nu nog heel ver weg. Maar 2050, dat is bijna dichterbij dan het jaar 2000. Hoe dan? Ik begrijp daar helemaal niks van hoe dat allemaal werkt. Ze zeggen hoe ouder je wordt, hoe sneller het gaat. En ze zeiden volgens mij dat het komt omdat je bij steeds minder dingen stil hoeft te staan. Want je wordt volwassener, je leert meer dingen. En heel veel dingen zijn wat meer vanzelfsprekend. En terwijl je vroeger in je leven, zeg maar, alles was speciaal en nieuw en zo. En dan voelt het een stuk langzamer gaan. Dat, ja. Gek, man. Waarom bestaat er geen New Game Plus voor het leven? Zeg maar, je hebt bij spellen, als je die hebt uitgespeeld, de campaign, heb je een New Game Plus game mode wel eens? Waarom kunnen ze niet dat doen in de echte wereld? Dat je, zeg maar, ja, door je hele leven leer je dingen. Dingen die je niet moet doen, dingen die je wel moet doen. Je bouwt in ieder geval ervaring op, of dat nou op de positieve of negatieve vorm is. En dat je dan aan het einde van je leven kan zeggen, nou, laten we het allemaal opnieuw doen, maar je behoudt je skills en vaardigheden. Net zoals dus in New Game Plus van de games. Dat je vaak je development houdt. Waarom kunnen we het dan niet nog een keer? Ik weet niet of sommigen willen dat misschien niet, hoor. Maar ja, dat zou kunnen. Het zou kunnen. Oh man, we zullen eventjes nog de laatste dingetjes klaarzetten. En dan ga ik gewoon meteen los. Dankjewel voor het delen, Thomas. Natuurlijk dit delen. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd. En ook gezelligheid. Ja, ik ben altijd op zoek naar gezelligheid. Vooral op zondag. Sociale gezelligheid. Als je wat leuks te vertellen hebt, te zeggen hebt. Of wat dan ook. Ik heb nog steeds gewoon een vlek in mijn oog. Dan is vandaag de leukste dag, want we kunnen van hot naar her, we kunnen het overal over hebben. Of het nou persoonlijk is bij je of globaal in de wereld. Het is heerlijk om eventjes het einde van het weekend met gezelligheid af te sluiten. En je bent altijd welkom om dat hier te doen. Je bent ook welkom om natuurlijk mee te spelen en om mee te doen. En wie weet komt er wel weer een coole storyline. Ik vond die van vorige week wel echt vet. De storyline van vorige week. Alright, dat staat goed. Heeft Ajax gelijk gespeeld? Oh. Dat is niet zo goed, hè, Joey Jansen. Hoop dat alles goed met jou gaat.
Hoop dat alles goed met je is, man. Maar dat is niet goed. Ajax gelijk. Maar goed, die komen er wel weer bovenop, joh. Heeft gewoon weer even nodig. Het is altijd met ups en downs. Sport is gewoon zo fluid. Okidoki. Hoppakee. I'm ready. Are you ready? Het is tijd voor de Grand Prix of Marbles 284. We hebben natuurlijk een custom puntentelling. Dat is volledig in Formule 1 stijl. Dat is 25 punten voor de eerste plaats. En dat is 1 punt voor plaats nummer 10. En zo zie je dus eigenlijk alles daartussen. Dat is precies zoals de Formule 1 doet sinds 2000 en... geen idee, 11? Iets in die richting. Sinds 2011, 2018. Iets in die richting in ieder geval. En die puntentelling doen wij ook. No matter hoeveel mensen er meedoen. Top 10 is punt. Natuurlijk top 3 zijn de big points. Daarna zakt het alweer wat weg. Maar ja. Vorige keer was dit het einde. Met Spooky 1611 die 158 punten had. Bas 12 1552 punten. En Magiopolis had er 148. Zo dicht bij elkaar allemaal. Niet normaal. We doen 23 races. Je hoeft ze niet allemaal mee te doen. Maar het is wel leuk als je ze allemaal mee kan doen. Elke keer wanneer de grid er is, moet je weer opnieuw op uitroepteken play drukken. Moet je even typen in de chat. En ja, je bent ook gewoon welkom om één race mee te doen. Of gewoon een paar races mee te doen. Gewoon lekker zen. Lekker chill. En everybody's welcome. We beginnen de eerste baan. Aangezien er geen baanaanvraag is. Op Convergence. Het is tijd voor mijn favoriete baan. Altijd. Gaat goed. Alleen Hoestdorg. Hoestdorg. Je hebt heel veel last van hoest. That sucks. Heel veel mensen zijn wat ziekig, hoor. Heel veel mensen zijn wat ziekig. Iedereen kan mee, je hoeft alleen maar uitroepteken play te typen in de chat. Get ready. Oh, droge hoest. Dat is al helemaal irritant. Dat is misschien wel een van mijn minst favoriete dingen met de normale verkoudheidjes. Maar misschien komt dat omdat ik heel veel praat op de livestreams natuurlijk. Dus als je dan de hele tijd een droge mond hebt en constant moet hoesten. Dat is gewoon, ja, het minst fijn. Ik heb altijd dat als ik ziek ben, dat ik dan... dat ik dan pas denk van shit, ik had wat dankbaarder moeten zijn voor alle dagen waar je je gewoon lekker voelt. Überhaupt hoor. Überhaupt moet je dat eigenlijk doen. Maar ja, dat voelt natuurlijk dan zo vanzelfsprekend. Dus waarom zou ik dat doen? Denk je dan? Ja. Oh. Alright. Iedereen ready? Heb je gehoord over de Capitol Hill sextape schandaal? What the heck was happening in Amerika? Dat was gisteren ineens. Er is een graphical video is er gelekt. We kunnen het niet zien, dit artikel zo te zien. Oh ja, er staat read it for free, maar dan moet je wel je e-mail invoeren. Maar basically wat er gebeurde in de Senaat in Capitol Hill was een seksscène was uitgelekt. Iemand die had zichzelf gefilmd terwijl die seks aan het... hoe noem je dat? Aan het uitoefenen is. Ja, dat is niet echt de juiste bewoording. Maar hij was sexy time aan het doen met een andere man. Het was een man met een man. En daar is een video van. Een gay sextape scandal. Gewoon dat ze letterlijk in die hearing room van de Senaat... Ah, the fuck, yo! Oh! No few will survive. Ja! Ja, 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 ja. Gave you will survive. Let's do this.
Let's do this. Van mij mag je voor de ene keer in lange tijd, dat is de tweede keer dit jaar, Jasper, mag je ook nog alternatief geven. Maar gewoon omdat ik je heel dankbaar ben. Maar het is wel heel kut. Maar volgens de regels mag het niet. Maar als je wil, mag het van mij vandaag wel. Terwijl het daarna weer niet mag. Pff, dat klinkt heel gek. Hoop trouwens dat je ook fijne feestdagen hebt binnenkort. En dankjewel voor de support. Support at the moment. Mocht je wat willen doneren, gaat naar een volledige stream-PC upgrade. Want mijn stream-PC die is wat oud. Het kost ook heel veel stroom. Want het was een hele extreme beefy computer van 11 jaar geleden. Die nog veel meer stroom verbruikt. Wat ook natuurlijk in de kosten gaat lopen. En ja, want er zit 1000 watt in. Maar ik heb dat lang niet nodig. Ik heb gewoon een goede, moderne computer nodig die letterlijk op 400 watt kan draaien. Ja, alle extra's gaat daar naartoe qua donaties. En ook dat hoort eigenlijk een beetje bij het Fight of Vic 2024 doorheen kan. Ja, ook dat eigenlijk een beetje. We hebben ons andere donatiegoal gehaald. We hebben het donatiegoal gehaald van de gewoon de Keep Spooky Session of Life voor de maand december. Dat moet goed komen. Krap, maar goed. En ja, dit doel is dus voor een stream PC upgrade. En dat hoeft helemaal niet ultra duur te zijn. Dat is geen computer van 1000 euro of zo. At all. Maar wel modern. Hij moet wel van de laatste 3-4 jaar zijn. Hoe lang de onderdelen ook maar al uit zijn. En niet van 12 jaar geleden. Dus. Ja, daar gaat het naartoe at the moment. En aan het einde van het jaar gaan we kijken of we daar in de buurt van kunnen komen. En of we dat dan kunnen upgraden. Want dat heeft, ja, hoe zeg je dat? Dat heeft een soort domino effect. Dat het ten eerste dan heel motiverend is. Want als ik nu dus een mooie scène wil maken, dan loopt die vast. Mijn CPU die is op dit moment op idle gewoon al op 13%. Bij een transition is hij op 99%. Dan krijg ik FPS drop. Dus als ik een of andere vette transition wil maken, of een vette scène met iets meer toeters en bellen, of meer alerts of zo, ja, dan loopt het gewoon wat vast. Ik kan ook niet upgraden voor de toekomst natuurlijk met deze computer, de tweede computer. Dus het is allemaal even fijn. En natuurlijk ook de stroomkosten. Allemaal niet zo fijn bedoel ik. Dus daar gaat het at the moment naartoe. Mocht je denken ik wil doneren. Maar natuurlijk €5 of hoger. Elke €5 is een custom track die je kan aanvragen. En ja, dat is niet per se een service. Maar dat is wel iets wat we willen doen. Ik vind het heel moeilijk namelijk om het goed te blijven volhouden. Om de camerawerk te doen. Over iets te praten. Over onderwerpen in de chat te praten. Alle knopjes in te drukken en zo. Ook al moet ik het moment er minder in drukken. Want de game heeft dat verneukt. Dat ik geen coole scènes kan maken hier. En om dan ook nog eens baanaanvragen te voldoen en te kijken, oh, welke baan heeft die aangevraagd en zo. Wow, man, dat zijn zoveel riedeltjes. Normaal hebben mensen daar gewoon in ieder geval 8 man voor ingehuurd. Voor elk element. Dat, ja, dat gaat ook niet zomaar vanzelf. Maar natuurlijk met de support erbij is dat leuk om te doen. De custom tracks. Maar die video, ik heb hem zelf niet gezien van de Capitol Hill Rocked by Sex Tape Scandal. Maar ik moet wel zeggen dat het echt heel spicy is. Dat gewoon 2 volwassen mannen seks hebben in die hearing room. Dus dat is zo'n ja, dat is basically zo'n grote kamer waar allemaal mensen met stoelen zitten en zo. Ja, heel apart. Een congres. Dat je gewoon in een congreskamer gewoon denkt, oké, let's get the groove on.
Ja, blijkbaar kan je het vinden op Twitter, maar ik hoef het niet te zien. En we kunnen het ook niet laten zien natuurlijk. Dus dat is de grootste breaking news vanuit Amerika. Twee mannen hebben gay seks gehad. Lekker in de Tweede Kamer, zeg maar. We gaan ze doen, Jasper. Ik heb ze opgeschreven. We gaan ze doen. Tine. Bijzonder. Net iets te laat, Lady Spy, voor de eerste race. Net iets te laat. Samaf, die zit ook al een beetje in de feestdagen sfeer. Gaan jullie nog wat leuks doen via de feestdag of met de feestdag? Nou ja, die wou het spannend maken. Ja, ik denk het inderdaad wel. Of iemand die zei, als dit klimaat gebeuren niet er doorheen wordt gepusht, dan... Fuck me in de boot. En toen had iemand dat misschien te letterlijk genomen. Ja, dat kan. Geen idee. Mijn gratis abonnement is afgelopen. En nu heb ik weer 10 reclames. Och, jeetje. Een abonnement is wel at the moment in de korting. Feestdagenkorting. De creator krijgt alleen nog wel het volledige bedrag. Maar het is 25% korting. En dat is best wel nice. 25% korting. Volgens mij ook tier 2 en tier 3 allemaal in de korting. Terwijl de creator gewoon het volle bedrag krijgt dat het is. En de regerend wereldkampioen gaat gewoon verder met zijn winst. Haha. Ja, ik ben on a roll. Mijn tante en oom komen eerste kerstdag. En tweede kerstdag ga ik gourmetten met mijn moeder. Dus prima, wat ga jij doen met kerst? Ik ga alleen zijn met kerst. Helemaal alleen. Maar daar ben ik wel gewend. Tweede kerstdag niet, though. Tweede kerstdag is Robin hier. Spooky 1611, die wint... deze race. Een applausje. Een applausje voor Spooky 1611. Hij wint de race met Straight Jacket 010 op de tweede plaats. En Bas 1215, mijn grootste rivaal van de vorige keer. Die ook geen sub is. Hoe zit het met een subcount? Oef. Die op een mooie derde plaats. Henny, val even van de baan af. Henny Keumens Award. Is leuk. Is leuk. 1-0 voor de subs ten opzichte van de non-subs. En dan gaan we nu even 3 banen doen die Jasper heel graag wil zien. Zijn favoriete baan is Enemy at the Gates. Maar vergeet niet dat je uitroepteken play moet doen na de intro. Hier kan het nog niet. Firechrome, het kan nog niet. Lady Spy, het kan nog niet. Zoals je ziet, jullie staan er nog. Nu kan het. Goedenavond, Jamie. Dankjewel voor de gifto. En ook Vliegtuig Nitro. Dankjewel voor de rose. Kiss from a rose. I appreciate you. Halftime. PSV AZ 3-0. Wow, AZ, wat hebben jullie gedaan? Dat is niet zo goed. Nee, die zijn er niet, mijn ouders, Thomas. Echt alleen ben ik. Wat is er deze week verder gebeurd? Hebben we nog iemand anders die zei wat hij met de feestdagen gaat doen? Storm die zei als Jas vandaag een race wint, dan wel voor de subs. Ah, want Storm die gift een sub aan Jas. Jas64, welcome back bij de Spooky Family. En Storm, dat is super generous van je. Dankjewel voor de support. I appreciate it. Hey, er is een nieuwe social media gereleased in Europa. Dat Instagram, Twitter-achtig iets, Threads of zo. Dat is nu gereleased in Europa. Je kan er nu in Europa ook op. Is dat een beetje leuk? Ik heb er een account gemaakt. Je zou me daar ook kunnen volgen als je wil. Threads.net at Spooky1611. Maar ja, het is begonnen. It has started.
Het lijkt een beetje op Twitter. Kijk, zo ziet de homepage eruit als je niet op de app zit. Het lijkt een beetje op Twitter. Gewoon threads. Het heeft een speciale app ook. En het is inderdaad bijna een soort van dat mensen vragen stellen en zo. Gewoon dat iemand begint met een... Hey, bla 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 bla. En dan dat mensen daar ja wat mee doen. Apart. Ik weet niet of het een verbetering wordt van een Twitter. Of dat het ooit groot, even groot wordt als een Twitter. But it's there. Het is nu actief. Van deze week ging het ineens actief in Europa. Threads. Draadjes. Ja, yeah, interesting. Sander, waar is je vice-kampioen eigenlijk? Robin, die heeft vandaag een kerstborrel met werk. Waar ze niet wou zijn, maar helaas moet ze daar zijn. En dat betekent dat ze morgenochtend hier komt. Dat betekent dat ze morgenochtend hier komt. En dat ze helaas niet aanwezig kan zijn voor dit. Voor vandaag. Ook extra zet. Threadripper. Zo, dat heb ik lang niet gehoord. Bestaat dat nog, een Threadripper CPU? Vast wel. De favoriete baan van Jasper is Enemy at the Gates. Waarom is dit je favoriete baan eigenlijk? In de zin van, wat is hier cool aan? Is het de aesthetic? Is het toch de racecraft en zo? Altijd gaat er hier iemand vastzitten. Nou ja, die zit voor altijd vast. Ik begrijp ook niet waarom hier altijd nog steeds iemand dus voor altijd vastzit. Want die komt gewoon niet weg. Zie je? Die komt gewoon niet weg. Dus hij is letterlijk broken. Het hoeft niet per se een reden te hebben hoor Jasper. Maar ik vroeg het me af van wat is hier... De wow factor. Wat geeft hier de wow factor? Lady Spy. Daarachter Joey Jansen. Heel goed bezig, Joey. Maar waar zijn de subs? Elimination 1 is binnen. Ja, het is de Storm Awards, hè? Voor altijd en eeuwig. Ja, ik... Ik vind het wel leuk met die gates en zo. Dood, wat een kutbaan. Joey Jansen pakt hem hoor. Oh, Firecrow in één keer naar voren. Haalt iedereen in. Oh! Godfather Ken haalde bijna iedereen in. Ja, is het genoeg? Twee non-subs bovenaan. Dan zijn wij gewoon erin getuimd. Ja, Storm kan de top 10 afmaken, maar... Henny, ik duw je even. Maar zoals ik al zei, echt elke keer. Eigenlijk elke keer. Blijft er iemand hier vasthangen. Altijd. Oh my god. Are you kidding me? Joey Jansen 2304 wint race nummer 2 van deze Grand Prix of Marble Championship. Lekker bezig. Een applausje voor Joey Jansen 2304. Daar is hij hoor. 25 punten. Lady Spy 18 punten. En Godfather Ken 15 punten. Maar de gebeuren met Team Racing dus wordt gebaseerd op de normale puntentelling. En ook dan is het keihard te boven. 1-1 voor de non-subs tegen de subs. I'm impressed. I'm impressed. De volgende baan die Jasper wou, was ook eentje die we niet al te vaak doen. En dat is de Raging Pin. Die doen we niet altijd meer. Waar staat die ook alweer? Hij staat daar. De Raging Pin. Here we go. Uitroep tegen play. Doe gezellig mee.
Daar gaan we. Iedereen kan mee. Je hoeft alleen maar uitroepteken play te typen in de chat. Ik zou het leuk vinden als je meedoet. Er is een skin uit voor Formule Hightech G2 M2 Williams. Ja, ik wacht op een volledig pakket. Ik heb wel bijna mijn jaarabonnement op... die moet je ook niet willen, die skin. Dat is gewoon één iemand die zo'n skin maakt. Er komt een heel mooi seizoenspakket uit. Ik heb bijna een jaar lang mijn Race Department Premium. Die is alweer bijna af. Dat was 4 januari, begin dit jaar. Heel leuk dat je dat zegt, Evan Rockboy. Ik ben hem ook meteen even aan het kijken. Alleen, zoals ik al zei, die moet je niet willen. Er komt nog een hele vette van echt premium creators. Dit is gewoon een persoon die dacht... Hey, ik ga de Williams namaken van 1993. Dus verder gaat niemand wat leuks doen voor de feestdagen. Nobody is gonna do something fun for the holidays. We are going on a summer holiday. Blijkbaar had Meta gezegd. Ik ga naar mijn oma en oom. Ook leuk. Ik ga met vrienden tweede kerstdag de Star Wars prequels kijken. Een hele marathon. Wow. Eerste dag is gourmetdag en tweede is restaurantdag. Ah, gewoon het eten is in ieder geval al settled. Lekker gezellig met z'n allen. En Home Alone kijken. Oh god. Is dat een kersttraditie? Elke keer Home Alone kijken? Die heb ik al zo lang niet gezien. Zo lang. Hele familie komt bij elkaar. Wat gezellig. Dat is wel een kerstfilm. Ja, Die Hard is ook een kerstfilm. Sommigen zeiden dat Iron Man ook een kerstfilm was. Iron Man 3. Blijkbaar toen Meta die had gezegd tegen Europa, tegen de EU, van wij gaan Instagram en Facebook dan gewoon helemaal sluiten in Europa. Ja, dat niemand in Europa erbij kan. En ze dachten dat is wel goed om te zeggen, want dan willen heel veel mensen dat niet gebeurt. Maar de EU-leiders die zeggen eigenlijk allemaal... Nou, dat zou wel goed zijn. I can confirm that life would be very good, zei de Franse minister van Financiën. Zonder Facebook. Dus de statement van Meta zegt ze eigenlijk over... Oké, nou ja, dat zou wel fijn zijn als we geen social media, Facebook en Instagram meer hadden. Meta die voldoet niet aan bepaalde eisen van de EU en transparantie en privacy en dat soort dingen. En de Europese Unie die is daar een beetje zeikerig over. Maar Meta die zei, nou als jullie ons niet gewoon ons ding laten doen, dan gaan wij niet meer in Europa aanstaan. En toen zeiden de wereldleiders eigenlijk allemaal van, ja, nou ja, dat is wel lekker, een wereld zonder Facebook en Instagram. Ja, shit. Ik heb een Meta Quest 3. Maar dan kan ik er gewoon niet meer bij. Bij al hun surfs. Dus niet doen, EU! Een groot deel van de intelligentie gaat weer wat omhoog bij een deel van de bevolking zonder Facebook. Nou, ik zou dat eigenlijk wel als experiment willen zien. Denk je dat dat... What the heck? Niemand gaat finishen. En als er iemand gaat finishen, is het geen subscriber. Denk je... Of ik zou dat wel eens willen zien. Een experiment. En denk je echt dat dan... de intelligentie omhoog gaat? Als er mensen zonder social media gaan zitten? Want social media kan op een bepaalde manier ook wel weer leerzaam zijn. Oh,
Of is het echt van dankzij Facebook en Twitter worden mensen dom? Want de dommigheid, zit dat meer in gewoon dom zijn? Of zit dat meer in, oh, ik doe mijn eigen onderzoek en dit is er gebeurd. En gewoon niet doorhebben wat echt en nep is. En op die manier domheid. Straight Jacket pakt wel de winst. Maar ja, de non-subs gaan op voorsprong. Een applausje voor Straight Jacket 010. Wat een drama! Straight Jacket 010 had al 26 punten. Er komen 25 punten bij. En qua teamracing, you know it. 2-1 voorsprong voor de non-subs. Wauw. Straight Jacket 010 wint race nummer 3. De non-subs? No! Wait! De laatste baan van Jasper is de dojo. Straight Jacket 010 probeerde ons daar te carryen, maar het lukte niet. Get ready, uitroepteken play. Doe gezellig mee. Iedereen kan mee. Nu hoeft alleen maar uitroepteken play te typen in de chat. Wat is dit voor... Nevermind. Was ook wel een kutbaan. Nou, hij was aangevraagd door Jasper. Dat is een leuke baan. Oh my god. Hey, dit vind ik wel gek. Hoezo is dit mogelijk? Man charged after flying from Denmark to LA with no passport or ticket. Nou, dat is wel lekker na 9-11. Is de beveiliging weer 10 keer zo verlaagd of zo? Hoezo komt hij zo ver? Sergei Ochigava, who had Russian and Israeli identification. Hij is ook nog eens Russisch en Israëlisch. Allegedly said he did not remember how he got past the Europe security. In November, a Russian man who flew on a plane from Denmark to Los Angeles in November without a passport or ticket told the US authorities he didn't remember how he got through security. Hij is 46 jaar, die meneer. He initially told authorities he had left his passport on the airplane which he flew on. What the heck? Hoe krijg je dat voor elkaar? Allemaal naar 9-11. Get ready, uitroepteken play. Doe gezellig mee, iedereen. Uitroepteken play hoef je alleen maar te typen in de chat en dan doe je al gezellig mee. Ik zou het heel erg leuk vinden. Gelijk de bak in. Met hem. Nou, echt hoor. Je zou toch echt verwachten dat ze daar wat... ze zullen er heel streng mee zijn. Maar dat hij er toch nog doorheen is geglipt is echt bijzonder. Maar het grootste raar maar waar nieuwtje van deze week is nog bijzonderder. Mensen op deze wereld, jongens. Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is met de mensheid? Kan iemand gewoon in één zin even uitleggen wat er aan de hand is met de mensheid? Want ik weet niet wie deze guy is, maar he's a big business guy. Oh, hij is een Republican presidential candidate. Van de Republikeinen in Amerika is hij een presidential candidate. Vivek Ramaswamy appears to broadcast himself urinating. What the fuck? Oh my god. Hij zat live met Elon Musk en zo. De dude die zat in zo'n gesprek. En toen zei Elon, Vivek, dat ben jij. Omdat hij geluid maakte, Vivek. En Vivek, that's your phone, Vivek. I'm not able to mute you. Sorry about that, zei hij.
En na een pauze zei Elon Musk, well, I hope you feel better now. Het was dus niet per se helemaal video dat je hem kon zien. Maar ja, ik heb ook mijn nodige gamers waar ik mee heb gegamed die met draadloze headsets naar het toilet lopen. Maar ja, wel een beetje netjes opstellen, toch? Hoor je ineens iemand... Zonder dat hij hem mute. Geen Gino is geen pay to win. En dat betekent dat iedereen kan winnen. Wel op mute drukken is wel zo netjes. Helemaal als je een presidential candidate bent. Like... Ja. Of dan zouden wij zeggen... Hij is zo lekker gewoon gebleven. Zo. Hij is zo lekker gewoon gebleven. Zo, Godfather Ken doet dat fantastisch. Ik heb een waterval bij het plas. Ja, hoor je de... Oh, nee. RTP calculator, dat is een verkeerde afslag. Godfather Ken finished hem wel. En is de winnaar van race nummer 4. Soms denk ik wel, zijn ze niet opgegroeid, hoor. Sommige mensen. Zo van, zijn jullie niet opgegroeid? Opgevoed, bedoel ik. Sorry. Blijf er wel in. Henny! Henny Keumes! Als je daar vliegt, dan krijg je de Henny Keumes Award binnen. Oh. Godfather Ken, een applausje voor hem. Hij wint deze race. Heel goed gedaan. Alex VM op de tweede plaats en Agent Hitman 4 op plaats nummer 3. Huh? Dat zijn vier vingers. 3. Ik kan dat nooit zo goed. Hoe doen jullie dat? Dat je in één keer 2, 3, nee, 3, 3. Ik kan dat niet. Als ik heel snel moet aanduiden, 1, 2, 3 of 4. Zoals Adriaan vroeger deed bij Bassi en Adriaan. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, als je zo begint wel. Nou ja, maakt allemaal niet uit. Het staat 2-2, maar het scheelde helemaal niks. 69 punten voor de subs, 66 voor de non-subs. 2-2. Damn. Alright, dat waren de banen van Jasper. Dan gaan we nu even darten. Met Buckshot. Let's play darts. Gewoon altijd op mute drukken, sowieso. Als je iets geks moet doen, gewoon even muten. Helemaal als je in zo'n grote voice call zit. Dat vind ik heel apart, dat mensen zich dan niet mute. Oké. Daar gaan we. Get ready. I do take play. Doe gezellig mee. The murderous creature you live with is a murderous creature, a study confirms. Soms wordt er ook heel veel geld gepompt in van die wetenschappelijke onderzoeken. En dan denk je, hoezo is dit onderzocht? Want dat wisten we al. Ja, dat... Eigenlijk is dat al perfect gezegd. More scientific evidence has surfaced to show that while mittens may be your sweet angel, letting her roam outside is also a big threat to biodiversity. Who are they? A single woman's life companion, a dog lover scapegoat. They are the freaky little furry guys we know as the cat. Oh, nee, hij wil niet meer scrollen. Oh, nu wel weer. Ze hebben meer dan 100 jaar aan scientific studies gedaan. En ze komen erachter dat katten graag moorden. AZ-PSV 04, jeetje. Is dat AZ gewoon heel slecht of is PSV zo goed? Is dan de vraag.
Maar katten kunnen toch ook wel heel lief zijn, trouwens. Katten kunnen ook heel lief zijn. Henny. Dat was echt scheelde niks. AZ speelt poep. Nee, Thomas! Ah. Thank you for trying, though. VT Fulltex. Telt nu als sub. Ben je gesubbed zonder dat je hem even hebt geboost? Oh, wat? Spooky 1611? Wow! Ik bedoel, heb doorgestuurd. Na een refresh kan dat. Spooky 1611. Heeft 25 puntjes. Heel erg fijn. Ja, dat is heel erg fijn. Helemaal met Straight Jacket die al zo hard gaat. Hij gaat het hardst. Spooky 1611 op 1. VT Fulltex dus op 2. En Agent Hitman op plaats nummer 3. Verder hebben we op de 30 punten hebben wij de subs. Dat betekent dat de subs weer voorstaan. 3-2. Spannend. Heel spannend. Maar AZ speelt dus heel poep. Oké. Dus die kunnen wel beter als ze zouden willen. We gaan even de Splashtastic Adventure doen. Zie je het eigenlijk als regenrijden? Want het zijn gewoon van die coole waterbanen. Zijn er plaatsen in Nederland dat je echt zo'n mega waterbaanpark hebt? Met echt veel meer, weet je wel, zo op elkaar. Bij elkaar, naast elkaar. De meeste zwembaden waar ik heen ben geweest is dan gewoon één zo'n rondje en that's it. Vind ik wel jammer. Ik heb nog nooit eentje meegemaakt dat je echt dit hebt, zeg maar. Echt zo'n waterpark. Maar ze hebben ook van die speciale waterparks in Amerika met zoveel van die glijbanen, joh. What the heck? Squatter who won battle over dead woman's home sells it for huge profit. A squatter who won legal ownership. Wat is een squatter? Dat is mijn eerste vraag. Een soort kraker. Oké. Dat is een soort kraker. Hij heeft dus een battle gewonnen over a dead woman's home. Women is meer fout. En hij verkoopt hem ook nog voor grote winst. A man in the UK who took over a retiree's empty home in London and gained legal ownership of it under a quirky ancient Roman law. What the fuck? Hij heeft gewoon een loophole gevonden of zo. Van de Romeinse tijd. Has sold the property for a profit. In 97 had hij dat al ontdekt. The house, however, belonged to retiree Colin Curtis, who lived in the property with his mother until the late 1990s when he moved out. Curtis inherited the property, but under what has been described a quirky ancient Roman law that allows someone in possession of a good without title to become the lawful proprietor if the original owner didn't show up after some time. What? Dus omdat hun zichzelf niet meer hebben laten zien, is het ineens van hem geworden. En dat was een
een bestaansrecht ding uit de Romeinse tijd. Wow. Dat was in de UK. Dat is echt bijzonder. Dat vind ik heel bijzonder. Hoe werkt dat dan, joh? Ja, nou ja, ze komen niet opdagen. Nu is het van jou. Ja, dat klinkt wel echt iets wat je in honderden jaren geleden had, zeg maar. In de wet. Het huis was 400.000 pond waard. Hij verkocht hem voor 540.000 pond. Ja, dat is heftig. Well done. Goed geloopholed. Dus als je een kraker bent en niemand komt verder ooit op, ja, dat werkt toch hier niet. Dan gaat de overheid er toch mee klooien. Henny Keumers wint een race. Hoe kan dat nou weer? Ja, het hoort anders. Oh, en Bas die zit te zonnen naast het zwembad. Bas, waarom ben jij weg aan het lopen? Het zwembad is niet giftig. Nou, we kijken nog heel even naar Bas. En daarna een applausje voor Henny Keumers, die race nummer 6 wint van deze Grand Prix of Marbles Championship. Heel erg netjes gedaan, Henny. 25 punten er weer bij. Storm op de tweede plaats. En Thomas, die nu wel meedoet, op de derde plaats. Oeh, goed bezig, Thomas. Heel goed bezig. De subs maken 4-2. Let's go! Bas zegt, waarde, Piep ben ik. Je was gewoon aan het zonnen naast het zwembad, waar de ouders vaak blijven. Vooral omdat het een tikibad was. Veel kindjes. De volgende baan die we gaan doen is Alienated, want die hebben we al eventjes niet gedaan. Dus hou je van UFO's, hou je van What's Beyond There, dan moet je vooral door het graanveld hier naar de finishlijn. Iedereen die even mee kan doen, al is het een race, zou supergezellig zijn. Gewoon met uitroepteken play, zo simpel is het. Gewoon even leuk. Terwijl we even nabespreken wat er allemaal in de wereld is gebeurd. Kid Rock die doet blijkbaar altijd een boycott aan Bud Light. Hij boycott het merk Bud Light. Oh ja, yeah, Bud Light die deed een partnership met een transgender influencer. En alle Bud Light liefhebbers die dus heel erg genieten daarvan. Die waren helemaal boos. En één daarvan was Kid Rock, de artiest uit Amerika. Ook kochten een stuk minder mensen Bud Light. Ja, weet je wat het is? Ready. Ik blijf dat wel een beetje heftig vinden, hoor. Dat dan, doordat dus ze werken met een transgender influencer, dat dan mensen denken, nou, hier sta ik niet meer achter. Ik ga niet meer het product kopen. Terwijl, het is niet dat alsof die influencer ineens in dat product zit of zo. Maar ja, sommige mensen zijn zo niet zo moeilijk doen allemaal. Ja, en nu is hij er klaar mee. Nu denkt hij, ik ben er klaar mee. I'm done with it. Hij zei tegen Tucker Carlson, zei hij, dat het bedrijf een blauw oog verdient. Whatever that means. Hij zei, fuck Bud Light.
So many of us are not cool with this, zei hij. En nu is hij er wel weer cool mee. Nou, wat een pret. Henny Kums, dankjewel voor een gift sub aan BasBas1215. Klap voor je kanus, bedoelt hij. Ja, nou ja, gek vind ik dat. Joh, als je favoriete toetje nu ineens wordt gepromoot door iets waar je niet achter staat, wat maakt dat nou uit voor je toetje? En dan nog, accepteer iedereen gewoon zoals ze zijn. Maar ik snap dan ook, zeg maar, de connectie maken snap ik al niet. Verandert niks aan je toetje, hoor. Ja, raar. Ook zielig voor dan die influencer die dan, waar het dan helemaal misgaat. Maar goed, daar zijn we sowieso een beetje gevoelig voor natuurlijk. We zijn de laatste tijd in onze samenleving en op social media heel erg gevoelig voor wanneer iets als woke wordt gezien. Zo heftig dat ik kan het zelfs vinden dat bepaalde producten te forcerend zijn. Nou vinden sommige mensen dat je dat nooit forcerend kan doen en dat het dan alsnog onderdeel van het probleem is. Ik begrijp de situatie. Toch vind ik persoonlijk dat sommige dingen heftig geforceerd worden, dat het niet meer natuurlijk aanvoelt. Terwijl er ook genoeg voorbeelden zijn waarbij het super op de voorfront is en het wel natuurlijk aanvoelt. Maar ja, dan ben ik dus iemand die daar wel eens wat over te zeggen heeft. En zelfs dan zijn er dus producten waarbij ik dat dus ook helemaal niet voel. Nee! Oh, Annelies, nee! Oh, alvast fijne feestdagen, Annelies, voor als ik je nooit meer spreek / zie. Hoor, hoe je het ook maar zegt, in een chat, in een tekst. Thomas, iedereen vliegt er vanaf. Hoe kan dat nou weer? Alleen Jasper die kan het nog halen. Maar ja, Thomas die wint dus bijvoorbeeld, die zou dat ook gek vinden, denk ik. Maar er is dus een groep mensen op het internet die zelfs, wat jij doet maar niet. Oh my god, het wordt alleen bizarro. En Thomas. Je doet me denken aan nog een situatie waar dat zo is, dat mensen dan daar dus gevoelig voor zijn dat het te woke is. Alan Wake 2. Er is een groep mensen op het internet die Alan Wake 2 Alan Woke noemt. En ja. Daar... Geen idee. Geen idee. Maar daarom zeg ik, we worden ineens daar overal gevoelig voor. Ineens worden we over... Ik heb geen enkel moment dat gevoel gehad van zo, wordt me toch een bepaalde agenda door mijn strot heen geduwd? Geen enkele keer. Dus ja, dan doen ze dat goed, I guess. Maar ja. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat überhaupt niet zo snel... Maar daar begrijp ik dat al helemaal niet. En dan... Ik heb meer het gevoel dat je dan juist wel de problematiek nog steeds ervan in ziet. Die race was zelden bij AMS 2. Nou, inderdaad. Met z'n tweeën bleven we over, FV Rockboy. Last to first. Oh ja, de simpele gamers vinden het spel heel saai, omdat die altijd wat te doen moeten hebben in een videogame en niet dingen oppakken. Maar dat was ook met Control. Ook al had Control nog wel leuke combat dan qua snelheid, ook dat was saai. Maar ik las dus op Reddit, las ik weer iemand die game opnieuw speelde, Control, nu na Alan Wake 2. En nu wel alles las en zo. Alle story en zo in de game. En dat alles veel leuker was. Ja, het is maar net... Hoe je dan ook de game speelt. Dus ja, ik snap wel waarom mensen dat dan saai vinden als ze letterlijk het spel niet spelen. Hoe het spel bedoeld is. Get ready. Dan snap ik het wel. Want het is niet gebouwd om je
Ook zonder dat je iets... zonder dat je zeg maar moeite doet om je in de wereld te verdiepen. Dat je altijd gewoon goopy fun brain hebt en zo. En dan wordt het moeilijk voor dat soort type gamers. Je weet dat dat soort type gamers niet willen nadenken bij het gamen. En gewoon willen doen. Maar goed, het ging even over de wokeness en zo. En for some reason, ja. For some reason is alles ineens een probleem. En dat snap ik niet. Doe allemaal even wat rustiger, joh. Laat iedereen lekker in hun waarde. Oh, jeetje. Robin stuurt mij een WhatsAppje dat ze gevallen is met haar scooter. Dat is het enige wat ze heeft gezegd. Eventjes in de gaten houden. Niks is tegenwoordig meer goed. Ik heb geen idee, Thomas. Ik kon niet echt van... het bericht, Beep, ik ben gevallen met de scooter, kon ik niet echt de severity ervan inzien. Enorme last van mijn voet, verder wel oké. Wat gebeurde er? Haar hele scherm is doormidden van... van haar scooter. Die hele frontscreen. Oh. Spobot wint race nummer 8. Een applausje. En dankjewel Annalisa voor de ook fijne feestdagen wensen. Spobot op 1, Bizarro op 2 en Henny Keumers op de derde plaats. De windscherm, ja. Helemaal doormidden. Alright, 6-2 tussen de subs en de non-subs. De volgende baan die we gaan doen is Bongo Boogie. Ze vloog over een stoeprand heen of zo, maar ze heeft geen idee hoe. Er kwamen allemaal mensen meteen naar haar toe, die wouden de ambulance al bellen. But she's okay. Wist niet dat op Twitch zat, zegt de Sapphire. Al vijf jaar. Holy shit, al bijna 5 jaar. Die gaat dat nog wel even voelen. Oh, alweer 6 jaar? Oh god, ja, alweer 6 jaar. Jeetje, Mina, we zijn al 6 jaar Twitch streamer. Dat betekent dat we bijna officieel langer op Twitch streamen dan YouTube. 50-50 bijna. Eerste 6 jaar YouTube. Of 6,5 jaar YouTube. Bijna 6 jaar Twitch. Ja, klopt. Ik keek naar het jaartal 2023, maar het is 2024 begin volgend jaar. Dus, ja.
Ik denk dat Robin de stoep verkeerd inschatte. Ja, nou ja, ze is 100% nuchter en alles. Maar het kan inderdaad even... Ze was afgeleid, zei ze. Maar ze gaat eerst even verder rijden. Maar ze zal vast wel eventjes geschrokken zijn. Er kwamen dus ook allemaal mensen meteen naartoe die de ambulance wouden bellen. Dus dat moet wel echt even een smakkerd zijn. Misschien nog even adrenaline en dan voelt ze het straks misschien wel op meerdere plekken. Ik weet natuurlijk niet hoe hard dat ging. Hoe hard de smakkerd was. Eerst maar even naar huis rijden voor haar. Dan wanneer dat allemaal weer een beetje zakt, dan voel je denk ik het beste of er een beetje iets aan de hand is. Alright, Stefan op de 9e race wint. Winner, winner, chicken dinner. Stefan op de 1e plaats. Godfather Ken op de 2e plaats. En Annalisa op de 3e plaats. Straight Jacket gaat niet helemaal vooruit, dus ik kom in de buurt. Want ik zit op 69 punten. Het is 7-2 tussen de subs en de non-subs en we gaan naar race nummer 10. Get ready for race number 10. En race nummer 10 wordt de originele Taking Flight. Bas has been following for 5 years, 8 months, 21 days. 5 years, 6 months, 26 days. Ja, allemaal een beetje sinds hetzelfde punt, wat leuk. Hey Semaf, leuk dat je er weer bent, man. Leuk dat je er weer bent. Hoe gaat het met jou? Gaat goed. Mooi. Alvast fijne feestdagen. Geniet van het einde van het jaar. Get ready, out to take a play. Doe gezellig mee. Laten we weer even een Ask Reddit ronde doen. Kunnen we misschien een leuke gesprekpunt doen? Kijken of er leuke gesprekpunten zijn deze week. Wat is deze week allemaal gevraagd? Nou, de top rate gaat over Amerika, dus laten we dat niet doen. Rickert is er ook weer een keertje bij. Hallo Rickert, hoe gaat-ie? Mensen die 25 jaar of ouder zijn. What is the harshest life lesson you have learned? Oftewel, translate to English. Wat is nou de heftigste levensles die je hebt geleerd? 25 jaar of ouder. Wat was wel echt even reality bending. Ja, zo werkt het. Zorg dat je je studie voor jezelf doet, niet voor een ander. Ja. Want je deed het voor iemand... Of deed je het voor je ouders? Of deed je het voor toen een liefde? Of om bij vrienden te zitten? Oh! Als anderen een diploma verwachten, maar je er niet gelukkig voor wordt, zoek dan iets anders. Ik kan daar wel een beetje op relaten in de vorm van niet echt een purpose gevoel hebben. En daarom het maar gewoon doen. Omdat mensen dat verwachten.
Agent Hitman was super snel. De Sapphire op 2. Poeh. Nou, ik denk niet dat hier de subs gaan winnen. Kijk hoeveel witte namen. Allemaal non-subs. Een nieuw local record. Nee, niet mijn 104 verslagen. Nee. Clean sweep was al weg. Ze hadden al 2 punten, de non-subs. We are trying our best to keep it going, this channel. Aan het einde van de maand weten we meer. Een applausje voor Agent Hitman. Agent Hitman wint deze race en gaat echt goed. Ja hoor, hij heeft meer punten dan mij en bijna meer dan Godfather Ken. En sowieso meer dan Straightjacket 010. Oh nee, gelijk. Hij staat gelijk eerste nu, Agent Hitman. De Sapphire op de tweede plaats en Godfather Ken op plaats nummer 3. En het staat 7-3. Oeh. Tijd is nu een 0.55. Verdikke me. Agent Hitman, gefeliciteerd. Jij hebt mijn record gepakt. Gaat oké, Samaf. Gaat oké. Thank you for asking. Ga je nog wat leuks doen met de feestdagen? De volgende baan die we gaan doen is Love is in the Air. Maar niemand boven de 25 die nog verdere levensles heeft. Iemand zegt de top rate het comment eronder. Dus wat ze daar zeggen is dat het leven een geliefde elke dag zomaar weg kan nemen. Dus maak tijd voor familie, voor vrienden. En vertel de mensen dat je van hun houdt. Dat is de life lesson, de harshest life lesson. Iemand anders zegt... Wow, dat is een gekke. Als je baas op het werk iets doet wat illegaal of onethisch is... en je kiest ervoor om die persoon te confronteren ermee... For fuck's sake staat erbij. Doe het op een manier zodat elke vorm van communicatie een paper trail achterlaat. Dus dat je het op weer terug kan vinden. Zorg dat het niet verdoezeld kan worden. Hou de e-mails. Hou alle proof. Zodat je jezelf kan coveren. Want dat kan je anders helemaal terug gaan stingen. Vind ik ook een goeie. En nog een goeie vind ik. Voor iemand over the harsh reality of life. You have to speak up for yourself. No one else will. En daaronder staat ook nog. En veel mensen zullen boos worden. Dat je voor jezelf spreekt. Want het is geen voordeel voor de andere persoon. Maar toch blijf goed sterk in jezelf staan. Je vrienden van je school of opleiding zullen verdwijnen als je niet in contact blijft met ze. Dan vervaagt het allemaal. Dat is wat mensen ook zeggen. Ja, ook herkenbaar. Wat is de grootste groene vlag aan iemand? Wat wel verkeerd kan worden geïdentificeerd als een rode vlag. Oeh, terwijl we weer zijn begonnen. Is ook slim, Bas. Rickert aan de leiding. Wat is de grootste groene vlag die je ook als rode vlag zou kunnen zien? Maar dat dus eigenlijk verkeerd is. Dat geen rode vlag is. Want dat is eigenlijk een hele groene vlag aan iemand. Dat is eigenlijk wel een goed iets. Dat zou ik niet weten persoonlijk.
je persoonlijke fouten kunnen vertellen. Het feit dat je sterk in jezelf kan zijn met je flaws zijn. Want we hebben allemaal flaws en zo. Dat is wat iemand zegt. Wordt dat gezien als een rode vlag? Zijn er mensen die misschien nog aan het daten zijn of zo? En dat wanneer je te eerlijk bent... Natuurlijk zijn wij Nederlands, hè, dus wij zijn super direct. Helemaal als je Nederlander bent. Dan kan natuurlijk ook Belgen kijken. Shout-out Belgen. Maar wordt dat wel eens gezien als een rode vlag, ja? Dat je dan te eerlijk bent omdat je jezelf bijvoorbeeld minder... als een mannetje neerzet. Maar gewoon wel eerlijk bent in, ja... Dat ging fout en dat kan ik nog niet zo goed. En... Damn. Hey Gino, leuk dat je even langskomt, man. Gezellig, dankjewel. Hey Spooky, coole content. Dankjewel, gun mij een like. En Orto Bon die zegt... Yo, what up? F1 Rockboy. Jij bent een racewinnaar. Van simracen naar racen met een knikker. Hij wint het allemaal. Een applausje voor F1 Rockboy. Lachen, man. F1 Rockboy, Jafs en Storm MV33 op het podium. We hebben Alan Wake nog niet doorgespeeld, Gino. We hebben geen deel 4 nog gemaakt. Maar dat komt binnenkort wel. It will happen. Volgende week gaan we er weer mee verder. We zijn er nog niet klaar mee. Alright. De volgende baan die we gaan doen is... Hard Landing. Ja, komt goed Gino. Alles op zijn tijd, hè. Iets minder marathon dan vorige keer. Maar wel heel, heel snel gaan we er doorheen, hoor. Maar we hadden er gewoon geen tijd voor at the moment. Maar komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Ah. Alright, iedereen kan ready up. Je hoeft alleen maar uitroepteken play te typen. En dan kunnen we weer door. Veel nieuwe namen hier, of niet? Een aantal namen die niet nieuw zijn, hoor. Die ook geen sub zijn. Maar een aantal. Altijd gezellig, toch? Als mensen mee willen racen. Altijd gezellig. Nu kan het nog. Wie weet het 2024 niet meer. Dat zou zomaar kunnen, hè? Really eyeing voor de streamer PC. Hoe meer, hoe leuker. Ben ik het helemaal mee eens. Wat een goede vibe geef jij altijd, Gino. Wat begon als een internetgerucht? Wat uiteindelijk de waarheid bleek te zijn. Dat is de volgende vraag die hier wordt gesteld. Oei. Wat begon als een internetgerucht? En dat bleek gewoon helemaal waarheid te zijn. Oh my god. We hebben sowieso december gehaald, Gino. Dat ik letterlijk december uit kan. Dat wel, ja. Anders dan heb ik op 31 december een probleem, zeg maar. Nu is het de push en dan aan het einde van de maand gaan we kijken hoe en wat. En of Spooky 1611 in december of in 2024 aan het begin gewoon weer kan doorknallen. Het liefst knal ik door met een nieuwe streaming PC natuurlijk. Want dan weet ik dat ik ook toekomstbeeld kan hebben voor het hele jaar. En een nieuwe productie en nog extra veel moeite doen en zo. Maar even aan het einde van de maand bekijken hoe en wat. En wie weet
zie je mij weer met een frisse wind in 2024. En anders is het in januari even heel veel gezeik en drama en gekut. Dat is even een dingetje. Maar we gaan sowieso deel... wat was het nou? Deel 286 halen. Dat is echt amazing. 286 weken. What the fuck? What the fuck? Is echt bijzonder. En elke freaking dag is een highlight van mijn leven. Ja, dat was een beetje draaierig, hè? Sorry. Na de stream-PC, zeg maar, als ik nu iets heel moois wil maken of zo, of iets wil vernieuwen, want zelfs mijn outro is nog van 3-4 jaar geleden, dus het is nogal ouderwets allemaal, dan gaat mijn CPU gaat meteen naar 80%. Gewoon door de outro te runnen of een transition te runnen. Dus als ik nu heel hard gemotiveerd was om echt, omdat ik maak ook alles zelf en zo, om echt een mega productie te maken en zo, weet je wel. Super gemotiveerd om alles te boosten en te verbeteren en mooier te maken voor meer views, meer support enzovoort. Dan kan die computer dat niet aan. En die computer, dat is een hele oude computer. Dat is mijn... twee generaties, voor mij twee generaties, want het was niet mijn vorige computer, het was de computer daar weer voor. En die raakt heel erg oververhit. Dat is een hele extreme variant, daarom kan hij het nog wel runnen. Maar die is totaal ook niet stroombesparend. Het is 1000 watt nog bovenop, terwijl mijn gaming PC 850 watt is. Dus ja, stroom is ook niet per se goedkoop. En ja, terwijl ik eigenlijk met een moderne €400 computer of zelfs €350 computer qua upgrades zou ik met 400 watt en geweldige... Ik had het uitgerekend. Ik kan voor €300-400 zou ik iets van 24 keer de performance kunnen hebben als wat dat ding heeft. En OBS zou überhaupt beter runnen, want nieuwere rig, dat is überhaupt beter compatible weer en zo met de nieuwe software en zo, zeg maar. De cores van de CPU, die pakken alles beter en dat soort dingen. Dus ja, dat is wel even... oh my god, dat is wel even een dingetje. Maar Pieter is er weer! Energielabel F. Nou, no offense. Alles lijkt energielevel F. Pietertje, dankjewel voor de support. Applaus. Heel veel liefde voor Pieter die er weer is. Pieter is er weer. Dankjewel voor het gebruik van je Prime hier, man. We hebben ook feestdagen dat we 25% off zijn in de subs en de bits. Daar heb je boven de 300 bits heb je 10% extra. En de creator krijgt trouwens gewoon alles. Die krijgt ook de korting die er vanaf gaat gewoon weer erbij op. Huh? Geen idee. Dit is Polbot. Die gaat ook snel ineens. Straight Jacket gaat toch weer wat omhoog. En daarmee komt hij net achter Godfather Ken. En we zien 219 punten voor de Pro Owners Master Race tegenover 52 voor de Ibet Okuma. Oké. En dat maakt in totaal 9-3. En we gaan naar race nummer 13. Geluksnummertje. Ja, echt een enorm verschil. Terwijl ik heb dus een van de meest extreemste CPU's van 2011. Maar ja, dat is dus alweer 12 jaar geleden. En als ik dus nu een budget CPU erin doe van 2019, 2020, die dan nu €100-150 is of zo, dan heb ik 23 keer zoveel power. En ook nog eens op veel minder stroomverbruik. Ook nog eens op veel minder stroomverbruik. Dat is bijzonder. Niet Nash, dankjewel voor de sub. I appreciate you, man. I appreciate you. Maar ja, dan zie je ook wel weer hoe de techniek vooruit gaat, hè. De techniek van die dingen gaat zo snel vooruit. Dat is überhaupt altijd heel bijzonder. En ik encode mijn stream op de videokaart. Het enige probleem is dus letterlijk dat... Oké, mijn videokaart die doet het versturen. Maar... En die is gewoon goed hoor, nog steeds. Behalve als ik AV1 wil encoden. Maar Twitch doet dat sowieso niet. Kan alleen naar YouTube. Dat zou extra zijn, een AV1 encode erin doen. Maar dat kan ook met een hele goedkope videokaart.
Maar mijn CPU en mijn RAM-geheugen is nog DDR3 en zo. Dus de RAM-geheugen zal ook vast alles verslomen. Die laten het toch allemaal verzieken. Als ik ook maar één vorm van creativiteit wil uiten weer op mijn livestream... om het nog uitgebreider te maken, nog cooler te maken enzovoort... dan gaat alles vastlopen. Op het moment als ik nu een tekstbestandje opsla op die computer... en dat ben ik aan het doen... dan staat er encoding overloaded. Gewoon puur omdat de CPU het niet meer aan kan. Ik vind het zo droog. Maar goed. It does the job. Sommige mensen kunnen niet 1080p 60 livestreamen zo natuurlijk. Maar ja, je kan natuurlijk ook wel snappen dat het een enorme motivatieboost kan geven. Plus ik kan dan unieker zijn in mijn content. Dus dat komt allemaal een beetje samen met een unieke motivator... voor het allemaal. Voor gewoon het hele gegeven. Voor het is het nog wel waard om door te gaan. Voor het is het nog waard om dingen te maken, dingen te doen, creatief te zijn. Het komt allemaal een beetje samen van... Dat kan toch ook weer een extra piekje zijn van... Oké, let's get it on. We kunnen dit. En dat soort dingen. Ja, moeilijk, maar wel leuk. Want er zit heel veel passie in. En als er passie in zit, gaat het vanzelf. Een beetje wat Sam afzegt. Ik heb in zo weinig dingen passie in het leven qua een drive voor, zeg maar. Ik heb überhaupt weinig drive voor dingen. Maar hier heb ik heel erg een drive voor. Want ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk om commentaar te geven en al die shit. Ik vind het zo leuk om iets creatiefs te doen. Of het nou een filmpje editen is of wat dan ook. Grafisch design op deze manier vind ik heel leuk. Maar dat heb ik niet als heel leuk ervaren. Bijvoorbeeld waar ik allemaal stage heb gelopen met mijn grafische design en met mijn video design. Daar heb ik het weer wat minder leuk gevonden. En minder drive van. Omdat het hangt er dan alsnog wel een beetje vanaf waar je het voor doet, I guess. Gek is dat. Maar ik heb de drive. Alleen op een gegeven moment moet je natuurlijk ook een beetje kijken hoe en wat. Dus gaan we de balans opmaken. En de balans gaan we opmaken eind deze maand. En ja, dat zijn mijn hopes en beliefs voor 2024. Dat ik genoeg money even bij elkaar kan verzamelen voor een stream-PC upgrade. Een paar onderdelen. Ik hou het gewoon in die kast. Gewoon even een full refresh. Dan hadden Robin en ik hadden het idee dat wij dan een keer gaan livestreamen op de Steam Deck. En dat we deze hele hoek gaan IRL livestreamen. Hoe we die proberen om te bouwen en zo. Met ook wat meer cable management en zo. En wat meer van waar alles moet staan. En dat je een beetje achter de schermen kan zien... wat een happening en wat een studio dat zou zijn. Dus zelfs uit die extra motivatie zou ook nog meer content komen. Want het leek ons heel leuk om dan... gewoon je mee te laten kijken met hoe wij dat allemaal dan instellen. Wat we dan allemaal doen. Wat we dan allemaal mogelijk kunnen verkrijgen. Wat we kunnen maken en dat soort dingen. En hoe we het heel leuk even weer dit bureau allemaal uitkammen. En mooi neerzetten. En dat soort dingen. Want de computer die moeten we dan in elkaar zetten. Dus dat we ook het computer in elkaar zetten live gaan doen. Dat vindt Robin dus ook heel leuk om te doen. Iets in elkaar zetten qua computers en dat soort dingen allemaal. Maar goed, dat is allemaal theoretisch. Maar dat zijn wel de doelen. Het zijn niet veel doelen, maar dat is basically het enige doel voor deze maand. Of net begin 2024, als het moet lukken. En dan kunnen we zeker nog wel verder. En een applausje voor Bas 1215. Bas 1215 op de eerste plaats. Oh nee, hij komt niet uit Den Haag. Dat is Bassie natuurlijk. Henny Keumers op de tweede plaats. En Pieter is er weer op plaats nummer 3. We hebben een Hype Train level 1 gehaald. En that's amazing, want er zijn nieuwe emotes. Dacht ik. Want ja, ze hebben nieuwe emotes nu allemaal. We hebben allemaal winter emotes. Yo, ik wou ze even bekijken, maar ik kijk nu naar deze Ducky op level 2. Maar ja, dan moet je level 2 halen. Ik vind het nog steeds raar. Dat je nu niet... We hebben level 1 gehaald. Echt precies.
Maar wat ik nog steeds raar vind, is dat je nu niet kan zien, nog steeds, hey, dit is wat je mogelijk gaat verdienen. Een van deze 5 emotes. Nee, je ziet alleen van het volgende level. Ik wil weten, als je nu mee hebt gedaan met de hype train, welke emoji je kan unlocken. Op level 1. Maar dat zie je niet meer. Basbas 1215 op de eerste plaats. Henny Keumers op de tweede plaats. Pieter is er weer dus op de derde plaats. Ik had het al gezegd. En we hebben 98-0. Dat betekent dat we naar een 10-3 gaan. En dat betekent ook dat we naar race nummer 14 gaan. Met een mooie voorsprong voor de subs. En wow, dat ziet er wel heel vet uit. We gaan Twitch mee laten bieden. Huh? Werkt dat zo dat Twitch er dan bij komt? What the heck? Ik dacht dat het gewoon dan bij jou werd toegevoegd. Snap je? In de zin van ik dacht dat het dan gewoon totaal bij jou. Maar Twitch komt daar dan echt achterna. Zo van, hey, ik ben Twitch en ik geef je nog meer bits. Ja, ik weet dat ze 10% doen van de 300 bits. Vanaf 300 bits is het 10%. Maar ik dacht gewoon dat het dan gewoon bij jou werd opgeteld. Maar dan staat er letterlijk Twitch just cheered. Wat grappig. Dat is echt funny. Dus basically, als je zoveel cheert voor een mega Battle Royale bom... Battle Royale met qua allemaal airdrops. En Twitch doneert meer dan 100 bits. Dan komt er ook door Twitch een airdrop in de game. Meen je dat nou? Dan krijg je gewoon nog veel meer. Vanaf 500 komt er een extra airdrop door Twitch. Nou, wat grappig. Wat apart. Annalisa zei, dat klinkt wel heel tof. Streams met Robin zijn altijd leuk. Ja, inderdaad. Ik zou dat ook heel tof vinden. Woejo, de emote die ik heb. Niet normaal. De Spooky 16-11 rapped. Je bent al uniek genoeg. Dat vind ik heel lief van je, Gino. Maar ik heb nog zoveel meer in mij om te bieden qua leuke designs en animaties. En om de livestream ze nog unieker te maken. Zodat we hopelijk ook weer... iets extra unieks kunnen brengen. Want ja, ik wil wel mezelf zijn, dat weet je. Ik doe niks meer zomaar voor de views. Maar ik wil wel altijd mijn best doen om mezelf ook zo premium mogelijk neer te zetten, zodat mogelijk meer mensen willen kijken. Dat natuurlijk wel. Dat is wel een hele leuke emoji inderdaad. Dat is wel echt een coole emoji. Sowieso lijken de emoji designs wat meer premium gedesigned te zijn. Je had gewoon op een gegeven moment had je gewoon echte foto's van katten. Ja, zoals Sam af doet. Die disguise, die vind ik wel heel leuk. Dat is mijn favoriete van de katten. Maar lijkt wat meer echt designer emojis te zijn. Dat is wel cool. Ik hoop dat je snel beter wordt op Tobon. Ik hoop het maat, Gino. We gaan ervoor. Technisch gezien hebben we alleen de funding ervoor nodig. But we are doing our best to get that. Dit is zo'n leuke start, deze. Iedereen gaat erin. En dan in één keer. Let the laboratory test begin. Ja, ik vind het cool. Ik vind dat cool. Dankjewel voor de mensen die meededen met de Hype Train. En Sam, of jij voor de 300 bits. Ik heb deze nog nooit gezien. Ja, hij is vet hoor. Behalve dan dat je volgens mij een aantal van die gekke magische stofjes had. Oh nee, hier is het even. Au, 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 au. Heet, heet, heet. Ah, 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 ah. Daar vliegen nogal wat mensen schuin. Oh, net zoals Gino. Wel samen met een robot. Hoezo heeft een robot pijn bij warmte? Het is wel een hele realistische artificiële intelligentie. En even een rockboy die denkt... Nou, ik neem gewoon weer de voorsprong. Succes. Robot is van metaal. Ja, metaal kan wel warm. Oh, bij robots zijn het inderdaad gewoon
spulletjes en boltjes die dan zo losspringen. Dat is wel grappig. Dat is wel een leukje. Hup! Oh ja, dat zijn twee verschillende plekken waar je langs kan. Ik denk, Pieter is er weer. Nou, Pieter is er zeker weer. Maar niet sneller dan die ander. Spooky, nee! Je gaat de verkeerde kant op! Annalise denkt, haha, daar ga ik even gebruik van maken, maar moet nog wel hier langs. Oh mijn god. Oh, oh, die is wat minder heet. Oh, never mind. En dan nog hier langs. En dat doet Annalise. In het gaatje en finishen. Snel, secuur. Wow, dat was wel een hele snelle tijd. Maar Regilio die is nog altijd de snelste van ons hier. Annalise is een racewinner. Robot heeft ook een pijnsensor. Ja, ik dacht misschien zo'n super realistische of zo, weet je wel. Gino, dankjewel voor het delen van de livestream. En ook Annalise. Dankjewel voor het delen. Teddy vindt marbles ook leuk. Oh god, al die balletjes. En dan zo. Zo'n kattencompilatie vind ik altijd fantastisch. Als ze op televisie iets denken te zien en daar zo helemaal achterna gaan met hun klauwen. Annalisa wint! Annalisa, gefeliciteerd. Heel erg goed gedaan. En ook dankjewel voor de support met een gift subje. Aan Gaming Fox weliswaar. Die kennen wij, Thomas. En we hebben Pieter is er weer. En Straightjacket 010 ook op het podium. Straightjacket 010 gaat boven de 100 punten. Hoe doe je dat dan, joh? 210 en 37 zorgt voor 11-3. En dan gaan we naar race nummer 15 van deze Grand Prix of Marbles. Vuurvaste bal. Ja, ik kwam er ook achter dat je vuurvaste vingers inderdaad kan hebben. Zodat sommige mensen zo goed iets warms vast kunnen houden. Ik wist niet eens dat dat een ding was. Wat ik ook niet wist is dat... kennen jullie Takeshi's Castle? Dat hebben ze gereboot in 2023. Dat is een klassieke jaren 80 Japanse spelshow, Takeshi's Castle. Misschien ken je dat ook wel van... waar werd dat ooit een keer op herhaald? Comedy Central. Misschien ken je dat ook wel van Comedy Central. Waar Ruben van der Meer dat inspreekt met nog iemand anders. En dan hebben ze dat gewoon allemaal makkelijk aan elkaar geconnect en zo. Dat was een spelshow in de jaren 80. En ik vond dat zo grappig altijd. Ik vond dat zo grappig altijd. En ineens ben ik Prime Video aan het scrollen. En nee, ik weet, ik ben Twitch partner, Amazon, bla bla. Maar ik was Prime Video aan het scrollen. En ze hebben in Japan, hebben ze dat in 2023 nu weer gereboot. Opnieuw gedaan. Ze zijn daar nu weer mee begonnen. Natuurlijk wel een stuk veiliger. Iedereen heeft reddingsvesten en zo. Maar ze doen het gewoon weer. Met de oude spelletjes en zo. Van die sumo-worstelaars in een doolhof tegen die deur aan te duwen, ja. Of de stenen in het water. Of de brug van Gibraltar. Het is ook allemaal weer terug en is vaak moeilijker gemaakt. Het is gewoon ongelooflijk over de top moeilijk nog steeds. Ook de reboot. Er is ook één aflevering van ongeveer 8 afleveringen of zo, waarbij allemaal buitenlanders meedoen, omdat Takeshi's Castle zo populair was volgens de Japanners daar. En gelukkig kan je ondertiteling lezen op Prime Video, want het is allemaal in het Japans. Dat ze een selectie hadden kunnen maken van buitenlandse superfans. Nou echt, ik lach me weer helemaal dood gewoon daarom. Dat is zoveel leuker dan een wipeout of wat dan ook. Maar ja, dat is gewoon weer helemaal nieuw. Ook hele leuke intro, want ze bouncen het heel erg ook op de nostalgie. Dus de intro is ook echt van 1986. En dan zie je de oude beelden en dan weer de moderne beelden, hoe ze dat nu doen en zo. En dat vond ik wel heel cool. Oh, je bent net te laat, Storm. I'm so sorry. Ik had nog even wat beter get ready moeten doen. Klim op de muur van het kasteel met het gooien van dingen.
Ja, ze hebben heel veel onderdelen hebben ze weer teruggebracht. Maar wat was dat grappig altijd. Ik heb daar zo om gelachen. In die reboot zijn er ook soms kinderen van ouders die daar toen in de jaren 80 ooit aan mee hebben gedaan. En dan laten ze weer de papa of de mama zien hoe die het heeft gedaan, weet je wel. Dan eerder, echt gewoon 40 jaar geleden. 35 jaar geleden. Wat een bijzonder Japans programma is dat, maar ik ging daar altijd wel stuk om. Maar ik kwam er deze week achter dat gereboot is. Dat ze dat gewoon weer opnieuw doen. Dat is gemaakt door een meneer genaamd Takeshi Kitano. En Takeshi Kitano, dat is een comedian in Japan van origine. Maar hij acteert ook. Hij acteert ook. En ik kon hem dus van Takeshi's Castle als eerste. Maar er is ook zo'n Japanse film genaamd Battle Royale. Gebaseerd op het boek Battle Royale. Waar dan in de westerse cultuur de Hunger Games vanaf is gebaseerd. En daar speelde hij ook in. En toen ineens, echt jaren later, kwam ik erachter dat Takeshi's Castle van die guy was. Die een hele bekende rol speelt in de film Battle Royale. Ook in het Japans is dat. Verder speelt hij ook in Yakuza videogame en zo. Heel apart is dat. Dat je daar dan achter komt. Die connecties allemaal, weet je wel. In popcultuur in het algemeen, sowieso. Allemaal van die connecties maken van, hè? En dat is dat. En dat is op die manier geconnect. En die kent die daar weer mee. En dat, hoe dan? Maar ja, die guy is nu iets van 73 of zo. Maar ja, het programma is blijkbaar weer on-air. Megaballen op een heuvel. Wat is de actie van Serious Request dit jaar, Gino? Ik ben niet zo bekend met het Nederlandse spul. Je zegt iets, maar ik weet niet waar je het over hebt. Wat doet Serious Request voor actie? Oh, waar ze voor welk goede doel ze het doen? Voor ALS doen ze dit jaar. Ja, ALS is een verschrikkelijke ziekte. Echt zo verschrikkelijk is ALS? Waarom is de wereld zo cruel? Ik hoorde dat qua celebrities, eventjes, het gaat niet over ALS hoor, maar dat Bruce Willis niet meer kan praten. Die kan het allemaal niet meer verstaan en praten en zo. Stefan, je wint! En Celine Dion die hoopt nog wel beter te worden. Ja, klopt. Je komt er nooit meer vanaf. We hebben daar geen cure voor of wat dan ook. Dat, nou ja, en als dan al je spieren ermee ophouden. Tot op een gegeven moment alles ermee ophoudt. Zo bijzonder. Bijzonder cruel. Henny! Keubus finished als laatste, maar Stefan is de winnaar. Stefan op 1, Just Gino hier op 2, Straight Jacket op een derde plaats. Netjes gespeeld iedereen, niet netjes ook lekker bezig. Wat goed voor jou. En dan hebben we uiteindelijk 13-3. Klopt dat? 13-3? Ik moet even kijken. Even kijken. Dat klopt niet. Het is 12-3. Op naar race nummer 16. En race nummer 16 bevinden wij ons in race nummer 16 op, even kijken, Devil's Chaos. Here we go. Hey, lieverd! Ben je veilig? Ben je helemaal veilig thuis? Get ready. Uitroepteken play. Doe gezellig mee.
Ze hebben mijn scherm er even afgehaald. Maar wat moet jij met een mobiele telefoon zonder scherm? Dan kan je mij helemaal niet zien. Kijk je op je computer. Maakt een grapje. I made joke. Mucho joke. Maar wat goed. Heeft er iemand je ooit probeert te vermoorden? Zo ja? How did it go? Denk wel dat je me van het station moet halen morgen. Ja hoor. Kan je niks meer dragen? Wat gebeurde er nou precies? Lopen is moeilijk. Moet ik jou dragen? Ik vloog door de lucht over een stoeprand heen. Raakte je de stoeprand straight on? En ging je naar voren zo? Wee! Maakte je echt airtime? Je nam de bocht te kort. Oh, aan de binnenbocht. Raakte je de stoep? Werd je naar voren gejiet? Werd je naar de zijkant gejiet? Wat gebeurde er? Zo, dat is wel acrobatisch hoor. Als jij flink naar voren bent gevlogen. Oh, geen airtime. Je ging heel erg hobbelen en het laatste moment gleed ik recht over de grond. Ah, kijk. Dus je was niet echt in één keer aan het vliegen, full stop met de scooter. Maar je verloor je balans door de stoep te raken en het was even... Oh, en toen uiteindelijk... Bah. Oh, oké. Iets minder acrobatisch... Maar gelukkig niet ergens met je hoofd. Ook al heb je natuurlijk een helm op. Ik denk ook wel dat het allemaal blauw gaat zijn. Robin wou gewoon even Superwoman zeggen. Ja, hoe ze nu yes zei, dacht ik echt even dat ze gewoon straight on naar een stoeprand ging. Maar Robin heeft soms wel eens moeite met uitleggen daar met dat soort dingen. Maar we komen er wel. En dat ze gewoon... Tijn! Zo naar voren ging. Dat is het belangrijkste. Het hoofd is het belangrijkst. Een ruitenwisser op de helm zetten. Ja, dat helpt toch dan nog steeds niet als je scooterscherm... beslaat. Storm zegt, weet hoe dat voelt, 2 jaar geleden ook gehad. Maar dan door een sprong van over een hek en landen in een gat met mijn voet. Oeh. Ik bedoel wel Nash, maar niet Nash. Die haalt mij in. Thomas gaat er ook voorbij. Jafs ook. Sam af die denkt, doe jongens. Maar die duwt Thomas. Maar toch komt hij er sneller. Damn. Niet Nash. Wint een race. Je bent een racewinnaar. Oh man. Verdikke me. Seriously though. Ik dacht dat ik hem had. Maar ineens, zo er voorbij. Ah,
Een applausje voor Niet Nash. Je bent een racewinnaar. Je hebt een race gewonnen. Echt GG, well played. Godfather Camp boven de 100 punten. Ook Spooky 1611 boven de 100 punten. En dan is het nu wel 13-3. Heel weekend zowat niet kunnen lopen, zegt Storm. Ja, wie weet komt Robin ook niet meer haar bed uit. Kunnen we ook niet meer tennissen in virtual reality? De bewegelijkheid helemaal weg. Nou ja, dan maar met een vliegend bed van Aladdin of zo. Het is tijd voor de Lucky Few. De Lucky Few. Maar niemand is mogelijk vermoord. Is hier iemand die nu kijkt? Ik bedoel, het is Amerika vaak. Het internet, ook Amerikaans. Has anyone tried to kill you? Zo ja, hoe ging het? Je kan het navertellen dan, maar... kennen we hier iemand die echt duidelijk wist van... Ik was bijna vermoord. Behalve Robin dan, want die was bijna vermoord door haar zus. Toen ze heel jong was. Get ready. Get ready, uitroepteken play, doe gezellig mee. Holy shit. De top comment is echt een raar verhaal. It happened when I was a kid. Two boys in the neighborhood wonder what would happen if they hung someone and they chose me to hang. I am fuzzy on the details other than I was swinging when my dad saw what was happening and cut me down. I only remember being lifted off the ground and then in my dad's arms. Super jong en dan dachten twee jongetjes van de wijk die dachten, hey, wie kunnen we ophangen? Nou, toen kozen ze hem. Nou, hij deed mee als een kind die nog helemaal niet weet de logica van dat soort dingen. Maar papa zag het op tijd. Kinderen kunnen soms echt rare dingen doen, dat het echt heel gevaarlijk is. Niemand wou mij vermoorden, zegt Thomas. Agent Hitman zegt ja, ik. Ja, maar daarom ben je natuurlijk ook Hitman geworden. Met tatoeage en helemaal kaal. Jasper die zegt op mijn werk, wil het niet bijna vermoord noemen, maar ik ben bijna verzopen in een zwembad door een agressieve cliënt. Wat? In de zin van dat die cliënt je ook letterlijk bleef duwen in een zwembad? Je bent letterlijk onder water gehouden door een cliënt. Wow. Nou, dat vind ik ook wel heftig, ja. Dat is toch wel een beetje trying to kill someone. In zekere zin. Zelfs als iemand net op het laatste moment. Zelfs als iemand op het laatste moment nog natuurlijk wel weer een lichtje aan hebt staan. Dan noem ik dat wel trying to kill someone. Niet op die super crimey, premeditated manier, zeg maar dat hoort er zeker bij. Beetje luguber, maar op de lagere school hier hebben een paar kinderen een keertje begrafenisje gespeeld. Liep niet goed af. Dat bedoelde ik dus. Van, dat is een beetje hetzelfde verhaal als die ophanging. Dat kinderen dan iemand willen ophangen. Dat ging nog maar net goed. Kinderen die zien daar nog niet de effecten van, zeg maar. Dus dat voelt dan, ja, niet ernstig voor ze. En dan wordt het een probleem. En dan kan het ook nog eens fataal aflopen. Er sprongen toen 8 man het water in om hem eraf te trekken. Jeetje, mina. Dat noem ik wel een bijna vermoord ervaring. Niet bot, wel bot, spobot. Ja, nou ja, dan ja.
Ik ben een keer achtervolgd door een wilde zwerver vroeger. Ik fietste naar huis toe in de nacht bij weilanden, zegt gewoon Robin. En ik hoorde opeens keiharde voetstappen achter mij aanrennen. Ik heb nog nooit zo snel gefietst. Maar wie weet wat er gebeurd was als hij me had gepakt. Ja, soms dan voel je dat bijna aan, alsof je... Oh. Seriously? Gast is afgevoerd door de politie en wist er weinig meer van. Hij was gewoon helemaal blinde rage. Ja, dat is best wel eng. Dat blijf je hele leven bij. Agent Hitman die zegt, ik heb tussen drugdealers gezeten. Ik heb echt serieus een mes tegen mijn keel aangehad en zelfs een pistool tegen mijn hoofd. Plus, die gasten hebben me zwaar mishandeld. Ik hoop dat je nu in een betere omgeving bent, Agent Hitman. Een applausje voor Spobot. Spobot wint deze race. F1 Rockboy op de tweede plaats. En Henny Keumers op plaats nummer 3. Gino ook in 6 races 46 punten. Mag ik dat? Ik wil graag wat verder omhoog. Richting die straight jacket. Ik wil back-to-back world champion worden. Dat is mijn doel. Op naar race nummer 18. Een echte hitman inderdaad. Een echte hitman. De volgende baan die we gaan doen. Is de Temple of Steve. Ik moet zoveel normale banen doen dat ik bijna niet meer weet welke ik moet doen. We hebben geen baanaanvraag vandaag. Ik ga nu zeker de goede kant op met veel hulp om me heen. Let's go, man. Let's go. Dat heet skill. Ja, dat heb ik niet, Gino. Nou ja. Jongen. Ik heb hard landing al gedaan, maar ik heb hem niet als ode aan jou gedaan. Sowieso hoeven we toch geen serenade te doen voordat jij op de grond landt. A kid came to school with a gun in his backpack and a list of names. Kid was one of my friends, not super close friends, but my name was first on the list. He was caught roaming the school looking for me. I had been taken out of school a few days early for the holiday to visit my grandparents and I hadn't told my friends. As far as I know, I was swept under the rug. Never saw the kid again. Only heard about it from my mother and then later a school counselor I was required to talk to for a while. Never found any news story and reports about it either. This was early 90s. What the hell? Iemand zegt ook, what the fuck? Wat heb je gedaan om nummer 1 op de hitlist te zijn van dat kind met een geweer in de school? En hij zegt, ik heb geen flauw idee. Nooit een antwoord erop gehad. Wat maken mensen mee in Amerika, joh? Iemand anders die werd met een mes gestoken door een idioot toen hij zijn portemonnee niet wou geven. Maar hij leeft nog steeds. Dus de stabbing was niet fataal. Geef me je portemonnee. Iemand anders die kan gewoon navertellen. Die krijgt bijna 10.000 punten. Dus 10.000 pijltjes omhoog. Dat als je dit doet, dan... Dat die door een serial killer met de naam Dale Hausner. Moet blijkbaar een hele bekende serial killer zijn. Dale Hausner en Samuel Dieterman. 2005, 2006. Deze guy heeft helemaal een Wikipedia pagina en zo. Dale Sean Hausner. Die is in 2013 in de gevangenis overleden. Deze persoon was bijna vermoord door hem. I was out walking at night when he pulled up on me. I ran into an orange grove before he was able to shoot. And that night he killed a young woman walking to the apartment complex that I lived in. It still doesn't seem real to me and it could have been me instead of her. And in a way regret that it wasn't me. She was also the last of the victims. Oei, yo.
wat mensen daar niet ook nog zulke mentale lasten voor terugkrijgen. Dat is bijzonder. Ja, die psycho killers die zien er altijd niet zo heel erg vrolijk uit, hè? Bijna door de bliksem vermoord was een bol bliksem die op me afkwam op het einde en op het eind wegsprong, maar dat telt niet echt. Wojo. Ik weet niet wat het is, een bol bliksem, maar dat klinkt heftig. Volgens mij kunnen we het hele jaar bekijken dan, ja, Bas. Lijkt me leuk. Volgens mij hebben we het hele jaar met deze computer gedaan, dus we hebben nog alle... Wow, Thomas, Annalisa gaat weer winnen. Oh nee, dat kan, hoeft niet per se, want het is het een of het ander. Dat is een lightningbal. Ja, daar heb ik nog nooit van gehoord. Die kan stuiteren tussen de muren en zo. Nog nooit gehoord van zo'n fenomeen met bliksem. Ik denk dat iedereen wel gescard is voor live met iets. Ja, maar dat het mentaal zo diep kan gaan. Oh, de verkeerde voor Annalisa. Ja, nu gaat hij wel die kant op, hè? En dan is het Chill Kevin zeker. Ja hoor, Chill Kevin pakt hem. Oeh, dit is heel fijn voor mij. Straight Jacket mist en die Keumers raakt, doch. Samen met Spobot. Lekker bezig, Kevin. Fijne feestdagen alvast voor Chill Kevin. Morocco number one die zegt... Ewa, ben je groot fan van Far Cry? Niet per se groot fan, maar... Ik vind een aantal van de Far Cry's, vooral deel 1 en deel 3 en deel 6, vind ik heel leuk. Een applausje voor Chill Kevin. Chill Kevin wint deze race. Heel erg lekker gedaan. Chill Kevin op de eerste plaats, Pobot op 2, Spooky 16-11 op 3. En heel erg netjes. Oeh, 15-3. Race nummer 18, 15-3. En dan is het nu tijd voor race nummer 19. En race nummer 19 gaan we doen op het laboratorium. Of nee, doe maar in de factory. Is leuk. En dan zijn er van die advocaten die zo'n seriemoordenaar moeten verdedigen. Zou jij dat kunnen? Een bad guy verdedigen in de rechtszaal? Nee, ik snap dat niet. De fans. Nee, ik zou dat nooit begrijpen. Als je zo'n advocaat bent en dat je dan de trucjes moet doen van... We houden dat eruit. Dat maakt jou te schuldig en dat soort dingen allemaal. Het onschuld bewijzen en dan ook bijna een beetje de realiteit distorten. Dat vind ik vind dat überhaupt apart dat dat mag, kan, dat daar professionals voor zijn. Dan moet je elke dag moet je de realiteit bijna een soort van distorten of in ieder geval dingen weglaten. Dat gaat dan toch ook in je echte leven. Maar Joe Polis, alvast fijne feestdagen en dankjewel voor de resub, 9 maanden. I appreciate you. Get ready. Get ready. As we take a play, doe gezellig mee. Waarom niet iedereen die beschuldigd wordt van moord heeft het ook echt gedaan? Ja, omdat sommigen het ook echt niet hebben gedaan. Maar sommigen zijn zo duidelijk dat iemand het heeft gedaan. Maar toch ja, moeten de fans dan proberen er een leuke case van te maken waarom hij het niet zou hebben gedaan, zeg maar. Waardoor dus eigenlijk alles een beetje op een aparte manier naar de waarheid wordt geleid, vind ik zelf, hoe dat werkt. Of inderdaad van die loopholes van je krijgt minder straf als we die narratief gaan pushen. Zoals een mentale ziekte of wat dan ook, dat ook. Oeh, dit is een leuke vraag. De volgende vraag om een leuke discussie om te kunnen houden. What is something you cannot believe that modern technology has not fixed yet? Wat kan je nou echt niet geloven? Iets wat de moderne technologie nu nog niet heeft gefixt. Kan van alles zijn. Technologie, hè? Kan echt van alles zijn. Kan gewoon zoiets simpels zijn als...
automatische tandenpoetser of automatische heksluiter. Maar dat hebben we natuurlijk in de wereld. Maar kan ook zo simpel zijn als... ja. De stupidity of humankind. Dat kunnen we toch niet met technologie fixen? Weet je wat de top comment is? Is wel een hele goeie om hem even voor te leggen. De top comment is... bedrijven die binnen 10 seconden geld uit mijn bankrekening kunnen halen. Maar als ik iets wil refunden, dan duurt het langer dan een week soms of meer. Waarom hebben we dat met de technologie niet verbeterd en gestroomlijnd? Ik baal er altijd dan zo van als ik denk, nou, dit is gefaald, doe maar een refund. Oh, moet ik heel lang wachten. Sneaky bastards. Belastingen die niet automatisch gebeuren, ze weten het beter dan wij zelf. Ik snap nog niet waarom we niet allemaal... Nou, never mind, dat hebben we wel. Het is best moeilijk om daar op te antwoorden, want er zijn heel veel technologieën die we misschien nog wel hebben, maar nog niet globaal hebben. Maar ja, wat kan ik niet geloven wat we nog niet met technologie hebben opgelost? Ja, wat is nou echt een probleem in de wereld wat je met technologie zou kunnen... Oh shit, oplossen. Beetje warm in die kamer, ja inderdaad. Poeh. Kom op Spooky, doe het. Oh, als ik deze win, maak ik een hele goede kans voor de dubbele kampioenschap, hè? Voor het dubbele kampioenschap. Kom op, Sander. Oh. Perfecte tussendoor. Hell yes. Wordt groen. Goed zo. En we winnen. Met Robin net achter mij. Die is toch sneller dan verwacht. Zelfs met een kapotte voet. Ah, racewinnaar. Let's go. Oh. Hoezo hebben we met de technologie... Ik heb er zelf ook last van, in zekere zin, maar ja... Ik heb daar nooit echt last van gehad, zeg maar. Maar ik weet dat ik wel iets ervan heb. Tenminste, dat denk ik, als dit het juiste is. Ja, dat is het juist. Tinnitus. Waarom kunnen we met technologie tinnitus niet al tegengaan? Dat je oorsuizen hebt. Dus dat je constant piep hoort of zo. Of constant... Sommigen kunnen daar niet tegen als ze dat beginnen te krijgen. En zo worden ze helemaal gek, zeg maar. Ja. Een applausje voor Spooky 16. Dat vind ik wel een goeie. Waarom kunnen we dat nog niet oplossen? Je zou zeggen, met technologie kan je dat echt wel oplossen. Spobot staat voor. Ik bedoel, die staat tweede. Spobot kan ook makkelijk nog kampioen worden. Natuurlijk ook Straightjacket 010. Gewoon Robin op de tweede plaats dus. En we hebben Jafs op de derde plaats. Ik ben zo bang om dat te krijgen, tinnitus. Als je veel meer muziek en op harde plaatsen bent, dan... krijg je dat sneller, heb ik gelezen. Later in je leven, dat je daar dan meer last van krijgt, van oorsuis. ...16-3 tussen de subs en non-subs. Op naar race nummer 20.
technologie dat heel veel dingen gewoon door de huid gewoon van, ja, extern. Analyse doet heel veel met muziek. Ik ben bijna elke dag geen harde muziek. Ja, dan bestaat er een kans. Dan bestaat er een kans. Ja, ik heb het waarschijnlijk hoor. Maar echt al jaren. Sowieso al 15 jaar dan. Zoveel dus dat ik er al lang aan gewend ben geraakt. Even kijken. We gaan naar... Doe hem even Mountain Pass. Had een klant met tinnitus. Met goede noise cancelling hoorde hij voor het eerst in een hele lange tijd de piep niet meer. Techniek is er, maar het is niet bekend. Damn. Een hulpmiddel om dat wat tegen te gaan. Iemand zegt, I hear that one. I hear all day. Wow, yo. Ineens is mijn muis een hele andere sensitivity. Ik raakte iets aan de voorkant. Oh ja, dat is die knop. Ah! Nu is hij wel heel snel. Nog sneller. Nou, geen idee. Hij is volgens mij helemaal naar een ander ding. Kan ik mijn muis hier zien? Please. Nee, ik mag mijn muis niet in de software. Nou, dat doe ik hier wel even mee. Get ready. Uitroep tegen play. Doe gezellig bij. Yeah, Magiopolis. Ben ik je nummer 1? Wat leuk. Nou, ladies and gentlemen, people. Wij hebben ook nog een creator recap. De creator recap. Van 2023. Wow, joh, mijn muis is zo heftig. Maar ik kom niet in de software, dus... En alle andere settings zijn ineens heel snel. Jullie hebben 14.500 uur naar mij gekeken. Over 377 streams zijn er 600 clipjes gemaakt bijna. 5 categorieën hebben wij maar... What the fuck hebben we maar... Nee, joh. Onze top livestream had 356 kijkers. Er zijn 174.000.6k chats verstuurd. Onze top 5 categorieën. En dan hebben ze het vooral over dat wanneer je daar dan staat... dat je in de top zoveel procent van die categorieën bent... is e-voetbal op 1. Met in de top 10% van alle e-voetbalstreamers. Marbles op 2. We zaten in de top 10% van alle Marbles-streamers. We zaten in de top 10% van alle AMS2-streamers. Top 10% van alle Alan Wake 2-streamers. Top 10% van Last of Us Part 1-streamers. En onze top 3 tags zijn Just Chatting, Chill Gaming. Mijn muis is zo erg. En playthroughs. Dit zijn de populairste emotes. Als wij in 2024 door kunnen gaan... door dit doel te hebben bereikt... dan kunnen we ook extra emotes maken. Want we mogen in totaal met tier 2 en tier 3 subs... ook gewoon als je tier 1 sub bent... mogen we iets van 5 extra bewegende emojis bedenken. Dus heb je nog leuke ideeën? Je kan altijd naar hashtag suggesties gaan in onze Discord. Uitroepteken Discord. En dan kan je een suggestie doen. Wat voor leuke geanimeerd spul wij moeten doen voor jullie allemaal subscribers. De clip die de spotlight stol was die met Milan Knol. Tuurlijk, altijd weer met een populairdere streamer. 3 maanden geleden, dit FIFA-doelpunt is het populairste clipje. Qua views, qua nummers... En dat clipje deed dit. En terug. En... Wat een goal, man!
zijn rug. En die ander die pakt hem met zijn borst. Wow. Oké. Okay. Jullie hebben 1,4 miljoen channel points gespend. We hebben zoveel nieuwe volgers. We hebben zoveel nieuwe subscribers in de zin van mensen die niet terugkwamen. Dus we hebben 353 mensen voor het eerst gesubscribed. 295 gifted subs, dat klopt niet eens, joh. Niet in het totaal. We hebben 57 raids. En dit zijn de loudest fans. Jullie zijn het luidst. StraightJacket010. Gewoon Robin. Henny Keumers. Helemaal Luc. Samaf. F1 Rockboy. Bassie. Slimme Thomas. En Pinky de Joker. Dat zijn de luidste. Die zijn zo luid dat ze trompetisten zijn. En dankjewel voor het spelen. Dat was het. Ja, altijd volledig in caps lock, jullie. Jongen, een applausje voor Samaf. Samaf is een winnaar. You're a winner. Heel goed gedaan, Samaf. Samaf op de eerste plaats. Spooky 1611 gaat door, maar die spobot blijft maar achter mij. Ik ga niet het kampioenschap verliezen door mijn bot. Echt niet. Qua teamracing zien we dit. En dat zorgt voor 17-3. Op naar race nummer 21. Race nummer 21 brengt ons naar Multilane Madness. Laten we die nog een keer doen. Weg die bot dan. Jongen, jongen, jongen. Zal het niet meer doen. Bedankt voor de punten, de races, het vermaak. Hoop niet dat het per letter gespeld werd. En hoop ook dat er niet geschreeuw werd. Dus. Get ready. Wow, yo. Nee, het werd gewoon goed gezegd. Wat een grote embleem komt er boven, Samma. Wat is dit cool gedesigned door Twitch? Dit. Kijk, als je erop drukt, dan gaat dat ook helemaal zo. Wee, 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 woe. Ik vind dat wel vet. Een mooie grote paarse bit. Gebaseerd op waarschijnlijk de cheer mode. Ja. Is dat ook allemaal nieuw? Twitch heeft veel vernieuwd, namelijk sinds vorige week. Of sinds deze week eigenlijk, volgens mij. Het is allemaal cool. Ja, klopt. Jullie kregen bijna allemaal drinken door de speakers. Het was heel moeilijk om het drinken binnen te houden. Dus. Ik heb nog een vraag. Welk product is de grootste scam? Maar mensen houden er toch van. Over scam gesproken. The day before, ik had het er vorige week zondag over tijdens ons Community Night praatje. The day before is niet meer te koop. Het bedrijf is failliet en ze gaan met de winst er vandoor. Ja, het is gebeurd. Het heeft geen toekomst. The day before. Ja, een leuke uitroepteken play emoji, hè, Gino. Lekker barbelen. Allemaal developers die hebben verteld dat het altijd een leugen was. Dat het nooit een MMO was. En mensen zijn gewoon gevallen voor een scam. Vind je Call of Duty een scam, ja? Wat vind je dan van de laatste Call of Duty, Modern Warfare 3? Is dat een scam? Gewoon Modern Warfare 2 classic mappen, allemaal release, beetje nieuwe... Een nieuwe skin eroverheen en gaan we die maar aan. Maar toch koopt iedereen het. Campaign die minder lang is. Ja, het is wel een beetje DLC voor Modern Warfare 2. Daar ben ik het mee eens. Zo kan je het zeker zien. Maar valt het dan onder scam? Dat Aquarius drinken als sportdrankje werd gezien.
Ja, dat heb ik ook over gelezen. Dat is helemaal geen sportdrank, hè? Dat is gewoon ongezonde, hoe heet het, drink. En toch ging iedereen ervoor, ook voor bij het sport. Ja, het ziet er, het is ook gewoon letterlijk gebouwd op MW2-analyse. En het is ook meer een DLC, maar de developers hadden niet genoeg tijd. En dan wordt het een half gebakken eitje. En wel op volledige prijs verkocht. Dus ja, op die manier snap ik wel dat je het scam kan vinden. Henny? Wat doet Henny Keumers nou? Hij wint de race. Jullie liepen te ver uit, dus Henny die gaat weer naar ons toe. Telcel is ook een scam. Maar dan vraag ik mij, kochten mensen daar ook van? Bestaat Telcel nog? Heb je nog steeds Telcel en zo en die reclames in de ochtend? Maar dan is mijn vraag dus, kochten mensen echt Telcel-spul? Een applausje voor Henny Keumers. Henny Keumers toch weer lekker bezig, hoor. Maar ik ben ver van jou vandaan. Bas 12-15 op de tweede plaats. Stefan op de derde plaats. Dat is je podium voor deze race. Dan gaan we even kijken naar teamracing. En dan zien we 203 punten tegenover 25. En dat is een 18-3. En dan gaan we naar de ene laatste race. En de één na laatste race. Tommy Teleshopping, oh ja. Is de moderne taking flight. Oh, jouw moeder heeft Telcel gekocht. Wij nooit. Wij dachten, ach, wat scammy. Wat ook een scam is, is dat ik weer van de baan afval. Ja, waarom doet jouw knikker het niet zo goed? Helaas bestaat het nog. Ja, de ene laatste race. We zijn er alweer. Mijn computer is een scam, dat is waar. Jouw computer is slecht en dan nog slechter qua dat hij niet op volle toeren draait, niet op volle kracht draait. Dus zelfs je specificaties zijn eigenlijk een scam. De top comment is: I am sure I read once that pre-made cinema popcorn has one of the biggest price markups of any product in the world. They buy massive sacks that cost pennies and then they charge a fortune for it. Dus die persoon heeft ooit gelezen dat de popcorn in de bioscoop, terwijl dat Amerika is in ieder geval, dat ze die dan echt voor zo goedkoop allemaal opkopen, maar dat je daar zoveel moet betalen voor in de bioscoop en dat dat dan zoveel winst is, maar iedereen blijft het halen. Dus die popcorn, daar letterlijk pennies. Letterlijk centen betalen ze voor die popcorn. Als je dat in die bullen koopt. Maar ze verkopen dan voor best wel veel geld. En dan, ja. Ja, dit gedeelte ziet er nog wel grappig uit. De map is alleen niet echt verbeterd. Maar ze hebben er gewoon nog even wat begroening naast gezet. Niet veel moeite hebben ze gedaan, want die sculptuur tool die is zo easy. In Unreal Engine, dat is niet normaal. Dit kan ik zelfs in Unreal Engine. Ik heb de Unreal Engine editor en ik kan dit. Airport GP. Krijg jij mijn Roblox laptop, zei Gino tegen Robin. Damn. Je gaat er niet op vooruit, Gino. Die auto's reden altijd al. Die autootjes die bewogen altijd al. Niet zo skeer als dat we daar zien, though. Oh, VT Fulltext, doe je mee? Of net gemist? Dat zou jammer zijn.
Een autodealership, zegt iemand anders. Herbalife. They must have done something special to manage to sell it to a lot of people. Herbalife. Net op tijd. Oeh. Alkaline water. Wat de hel is dat? Maar dat is ook blijkbaar een scam volgens heel veel mensen. Oh, F1 Rockboy, nee! Zo jammer. Is dat niet van die verf? Ik heb geen idee. Wat dat is. Ik ken alleen batterij. Iemand zegt, I'd like to add fresh lemon to mine. Oké. Okay. Badwater verkopen is ook een scam. Och, was dat niet ooit een ding dat van die... e-girls, dat die dan badwater gingen verkopen waar hun in hadden gelegen. Like. En daar dan, I don't know hoeveel geld dat kost, maar veel geld voor vragen. Dat is ook bijzonder, hoor. En wat doet zo'n persoon er dan mee die zoiets koopt, vraag ik mij dan. Ga je het dan over je heen gooien? Ga je het dan in een flesje houden als een soort urn of zo? Ga je het opdrinken? Terwijl er allemaal... No idea. Een applausje voor Spobot. Spobot wint deze race. Rutger zegt opdrinken voor plus 30 manen. Ja, dat zal wel zo'n level up zijn. Yo, wat de hel is dit? Nee! Spobot met 25 punten erbij. Oh god. Dit is... Oh god. Oh god. Oh god. Jongens. Jongens. Dit is een hel. Dit kan betekenen, als je niks gaat veranderen, dat iedereen die eronder zit kan blijven meedoen voor het kampioenschap. Dat we langer door moeten gaan. Spobot, ik had 2 punten erbij, maar met Spobot zijn punten van 25 en ik met 2 puntjes, staat het nu zo. Spobot en Spooky Sissy de Elf hebben beide 172 punten. Je moet eventjes dit weghalen. Zo, daar gaat het om, de local points. Spobot 172, Spooky 1611 172, als Straightjacker 010 en Henny Keumers veel punten scoren en Spobot en Spooky doen helemaal niks, dan gaan we gewoon door. Naar de volgende race, dan komt er een race 24. En dan maken we op een gegeven moment mogelijk die mannen weer kans. Je hebt zomaar kans dat als Spobot en Spooky het niet gaan beslissen de volgende race, dat deze mensen, en zelfs nog mocht het nog langer uitblijven, dat deze mensen gewoon nog kansen maken to get the number one spot. Bijzonder. Het wordt geen race tussen ons. Zolang er geen beslissing is dat iemand bovenaan staat, gaan we gewoon door. Dus maakt iedereen gewoon een kans. Je kan maar inhalen. Iedereen maakt kans. Zelfs degene die nu 0 punten heeft, maakt technisch gezien nog kans. Maar dan moet er wel heel vaak nog fout gaan. Het is tijd voor de laatste baan, Shattered Dreams. Daarna hebben we trouwens nog een Battle Royale, dus dat is ook heel leuk. Dat is een standalone cuppy. Dat is niet dus met zo allemaal punten die erbij worden gedaan. Dat is een standalone cup. En dan is wie als laatste overblijft die wint. Dat is in een soort arena, waar je ook kan kiezen op wie je wilt targeten en zo. Gewoon een Battle Royaltje. Maar dit is eerst de laatste race. Een cuppy, een cuppy. Dit is een vraag.
waar ik wel benieuwd ben of sommige van jullie verslaafden zijn. Je kan $100,000 hebben, maar je mag nooit meer dronken worden. En nooit meer high zijn in je hele leven. Ben je dan geïnteresseerd in die $100,000? En iemand die doet ook nog hypothetically van... Mag je ook niet high zijn van de morfine bijvoorbeeld? Want morfine heb je nodig als er iets freaking verkeerd is. En misery en zo. Moet je dan dus ook bij de operatie alles voelen en zo. As someone who doesn't drink or take drugs, I was ready to say yes. But if it includes medical anesthesia, then fuck no. Dus daar zit voor sommige mensen de scheidingslijn. Als je ook medisch niet meer onder kan komen. Dan... Forget the anesthesia, I will just suffer, no way. Imagine explaining that to your doctor. Well, er was deze gozer op Reddit die zei dat ik niet meer high mag worden, maar ik heb nu wel 100,000. Ja, sommigen die vinden het alcohol drinken belangrijker dan de 100,000. En de anderen zeggen, ja, easy. Give me the money. Deal easy. Helemaal prima, maak me over. Moet roker eigenlijk ook nog bij, hè? Ja, vind ik eigenlijk ook persoonlijk dat dat bij de deal moet. En Jasper zegt, give me the money. Ja, je zou voor 100,000 stoppen met roken, Robin. Damn. Alrighty, alrighty, alrighty. De finale. Get ready voor de finale. Tussen Spobot en Spooky. Als die niks doen, dan gaat de race gewoon door. Get ready, here we go. Is wel big money, ja. Voor sommigen ook weer niet. Slimme Thomas. Aan de ene kant. Jafs aan de andere kant. Here they go. Smarty Thomas en Jafs 64. Ja, de muziek moet erbij, hè. Aan de andere kant hebben we Gino en Anneliese. Maar waar zijn Spobot en Spooky Sissy Delf? Spobot is aan de goede kant. Spooky Sissy Delf is ook aan die kant. Gaat één iemand boven de ander? Of vallen ze er beide uit? Dit is wel een kant waar je vooral makkelijk in de punten kan komen. Maar ja, als ze maar in de punten komen, denken ze misschien wel. Oh god. We gaan eerst even kijken naar Thomas en Jafs. Die hier beide er vanaf springen. En kan Jafs... Oh! Oh, ze deden beide een Tony Hawk Pro Skater, maar ze worden geblokkeerd. Gino die heeft de snelheid erin te pakken. Oh my god, wacht even. Klein steuntje voor de stream PC. Anneliese, dankjewel voor de support. Oh, dat is zo lief. Dat is zo ongelooflijk lief. We need it so badly. En elk klein beetje helpt. Dankjewel, je bent een heldin. Tik hem aan. Auw, ik raakte hem zelf. Spooky, Spooky, Robin vliegt terwijl Spooky aan het herreizen is. Kijk hoe hard ik ga. Ho, ho, ho. Ja hoor, doe het, doe het. Oh my god, maar ik moet nog wel finishen. Doe het, Spooky, doe het. Spobot komt er ook aan. Spobot komt er ook aan. Hij moet niet meer punten. Nee, nee, hij moet niet meer punten als mij krijgen. Wat is dit voor race, joh? Oh god, oh god, oh god. Kom op, Spooky, doe het. Je kan hier zo lang vastzitten, Do. Nee, niet de zijkant. Niet de zijkant. Naar het midden. Naar het midden. Ja! Let's go! Yes!
Oh my god. Yes! Yes! Oh! Oh mijn god. Oh! Oh, sorry Spobot, sorry. Back-to-back kampioen. 2 zondagen achter elkaar. Hoe? Hoe dan? Hoe dan? Oh, ik dacht echt dat het fout ging, hè? Die Spobot ook gewoon op 3 geëindigd. Ik dacht, hier kan je zo lang vastzitten. Dat je de hele tijd vastzit. En dan zijn er ook nog boosters die je terugboosten. Maar Spooky wint de laatste race. En daarmee is hij de champion. De champion. Hey, Shaq. Vind je dat ook zo cool dat ik back-to-back kampioen ben? Het is zeker. Ah. Oh. Vind je Jannie ook zo'n coole text-to-speech, mevrouw? Het is beter dat ik het u nu niet zeg. Oh. Damn. Word ik 3 keer achter elkaar kampioen? Het is al beslist. Wat wil je daarmee zeggen? Wil je daarmee zeggen dat het rigged is? Altijd, hè? Altijd wanneer ik win, is het rigged. Het is al beslist. Zelfs Shaq zegt dat dit rigged is, terwijl het niet rigged is. Alles is random. Oei, oei, oei. De leaderboard zetten we heel even uit, want het is nog tijd voordat we gaan kijken hoe het allemaal is geëindigd. Om naar de Woodland... De Winter Wonderland te gaan. Laten we daar naartoe gaan. Niet hashtag rigged. Get ready, uit we take a play. Doe gezellig mee in deze Winter Wonderland. Dit is een Battle Royale. De laatste die overblijft, die wint hem. Mooi huisje. Lekker gezellig. Kijk hoe gezellig met een sneeuwpoppie erbij. Sneeuwpop is helemaal blij zoals je ziet. Huisje, lekker gezellig. Allemaal candy canes. Na het water, wat er gezellig ijzig bij ligt. Iedereen kan joinen. Het is een standalone cup. We hebben ook een hele spreadsheet trouwens, waar je dus al onze toernooien kan zien. We doen het al 284 weken. Elke zondag rond dezelfde tijd, ergens rond 8 uur, tussen 8 uur, 9 uur en ook tussen 7 en 8 uur. Ergens rond die tijd, behalve als er wat anders geks is. En ja, na 284 weken kan je ook de Battle Royale zien. Wie de meeste kills heeft bijvoorbeeld, want ja, als je op een killing spree bent. Je hebt 1 input... En dat is je target input. Je marble zal proberen zijn best te doen om achter iemand aan te gaan en iemand te killen. Maar jij kan beslissen achter wie je aan wil gaan. Dat doe je met uitroepteken target. En dan doe je een spatie. En dan kan je het beste gewoon even het apenstaartje doen. Want dan krijg je ook een drop-down menu. In ieder geval op PC of op een laptop of whatever. Dat je een naam kan kiezen als je de eerste letters intypt. Ja, is het bij jou 12 uur, Gina? Oh, je bedoelt op die manier. Tja, maar dat is wel heel erg gewijd. Wanneer dat seizoen begint, Bas, mochten we dat kunnen volhouden? Mochten we op dat punt komen dat we nog steeds leuke dingen kunnen livestreamen? Dan komt dat in maart, wanneer die race begint. Als we dan nog bezig zijn, dan is het echt go, go, go time. Mocht ik sommige mensen niet meer zien, dan nog hele fijne feestdagen. De schedule hier op Spooky 611 gaat gewoon door. Dus je kan gewoon altijd lekker intunen. Ook op de zondag. Here we go. Battle Royale. The Winter Wonderland. We zijn begonnen. Iedereen die dropt hier. Je ziet dus met in het zwart bij het zwaardje. Zie je dus wie het allemaal zijn op wie je bent getarget. Ik zie bijvoorbeeld Alex VM of Spooky 611. Ik zie VT Fulltech zie ik hier. En we hebben 100 bits. Aanhalingsteken van Jafs. Oh ja, we hadden natuurlijk boven de 300 bits. Dan krijg je extra bits. Als je ooit 500 bits weet te droppen, dan geeft Twitch je zelfs nog een extra 100. Waardoor we dus heel veel airdrops hebben. Want de airdrops maken het wel spicy. Er komen 2 airdrops
van Jafs64. Daar zijn de airdrops. En wat zit erin? Dat maakt het altijd wat spicier en wat leuker om naar te kijken. Want dan verspreidt iedereen een beetje. We zien al de eerste kill. Het is een bullet. En een bullet is een laser. En die wil je wel pakken. Wie wordt het? Straight Jacket? Laser. Het wordt Straight Jacket. Robin, die duwt Straight Jacket ernaartoe. Spooky 611 ging als eerste dood. Laser. Lekker. Oh my god, nog een laser. Jas, die gooit 2 lasers met zijn 100 bits. En nu hebben we ook... Wie is het met een laser? Het is Storm. Storm heeft ook een laser. Oh my god. Stefan killt Spobot. We hebben... Gino die F1 Rockboy killt. Dat is ook niet lief. Godfather Ken, die killt niet Nash. Henny Keumers killt gewoon Robin. En zo wordt het allemaal een beetje moeilijk te volgen... aangezien ze dus allemaal op een kluitje hier blijven staan. No Farmers, No Food, No Life, Fate and Full Tax. Ja, zo gaat het allemaal op een kluitje. Annalise naar Storm. Annalise met een kill op Storm. Alex VM killt Jafs. 64. We hebben nog steeds de Laser Boy. Straight Jacket... Is nog een dikke laserboy. Drops, wow. Drops. Samov dropt er ook nog even een. Maar hij is net dood. Black hole. En die Keus gooit een black situation. Hole. En hij heeft Annalisa. Slimme Tobos heeft Just Gino. En ook Godfather Ken. En Bas heeft Agent Hitman. Oh my god, van full health naar nul. No Farmers, No Food, No Life heeft Henny Keumers. Alex VM heeft Stefan. Wat gebeurt hier? Wow! Thomas vliegt daar door de bomen. En verder hebben we hier ook... hebben we 2 fast-ass lightning bolts. Daar kan je heel erg snel van worden. Bas probeert het te pakken. Maar DJ Steen heeft er één. En die ander, die wordt geherplaatst, denk ik. Ja. Zo, DJ Steen die begint heel vuurachtig te worden. En hier hebben we een battle dome. Wow, DJ Steen die staat op het huisje. Hij wil het huisje battle in. Battle dome. En Alex VM zit in zijn eentje in de Battle Dome. Dat is wat minder slim. DJ Steen hier. Battle Dome, oh, complete. DJ Steen killt Bas. Elke keer als DJ Steen springt, dan zien wij dus een soort lijn en een soort... Een tornado wordt hier geactiveerd door Alex VM. En hij zit daar in zijn eentje in vast. In die tornado zit hij zelf vast. Wel cool hoor, die visuals van de tornado. Hij zit een boom te knuffelen. Alex VM knuffelt een boom. Gaat helemaal omhoog. Wow! Terwijl de battle hier natuurlijk gaande is met slimme Thomas die helemaal 80's style de lucht in gaat. Happy birthday, I guess. Ik bedoel, gelukkig nieuwjaar. Oeh, DJ Steen. Pakt hem. Veel damage. Zo! Nee, ze pakken elkaar niet. Ze zijn zo goed in dodge. Jasper, bijna. Oh! Jasper killed No Farmers, No Food, No Life. En dat kwam denk ik door de UFO. De UFO dropt veel. Thomas killed DJ Steen en weet perfect terug te trekken. En daarmee komt hij dan in het bereik van nog meer snelheid. En gaat hij ook voor. Wat is Thomas slim? Waarom heb je altijd zoveel kills, Thomas, in Battle Royales? Het lukt hem alleen niet. Nu wel. Thomas is nog sneller en weet weer weg te springen. Hij denkt, ik ga het gevecht gewoon niet aan. Hij heeft al 3 kills. Oeh, Alex VM en Jasper raakt elkaar daar goed. Wow! Thomas, wat doe jij, joh? Jij komt ineens als een soort predator. Kom jij ineens weer erbij vliegen? Het is Thomas versus Jasper. Hij is zo snel. Nu heeft Thomas ineens de laser van God. Wow, Jasper denkt, nu spring ik weg. Waar is Thomas nou? Thomas die springt erachteraan, maar Jasper is alweer terug. Wat hebben we voor snelheid ook. Oh, Jasper sprong, maar Thomas die denkt, nee, dat doen we niet. Want ze zien daar een power-up en de power-up is health. Wie pakt er weer wat extra vermogen? Wordt het Jasper of healing wordt het Thomas? Ring. Thomas, ga de healing ring in! Oh! Zo dichtbij. Oh. Jasper wordt tegengehouden door de UFO. Maar Jasper wordt, doordat hij wordt tegengehouden door de UFO, ook geheeld!
De healing ring zit op Jasper, waardoor Thomas nu helemaal niet geheeld is. Nu wordt Thomas ook geheeld, maar niet volledig. Jasper heeft veel meer health. Oh my god, wat een combinatie. Wat een boss move. Nu gaan ze ineens via de bergen. Jasper heeft weer wat healthverlies. Ja, daar is hij niet echt ingekomen. Dus, oh my god. Wat is dit voor gevecht, joh. Dit hebben we nog nooit zo gezien. Niet zo lang. We zijn al 5 minuten bezig voor... En al 2 minuten met hun. Daar gaan ze. Wow! Oh, we probeerden bijna mid-air te raken. Maar mislukte. Oh, er is weer een airdrop waar ze naartoe gaan. Speed. Nu heeft Jasper ook wat meer snelheid. Hij heeft wat meer snelheid. Oh, Thomas die heeft een UFO de hele tijd boven zich. Dus dat was een beetje moeilijk springen. Gaat het ze nu dan lukken? Nee, Jasper mist. Thomas mist ook. What the heck? We have a winner. En dan spelen we nog een versie met veel muren. In plaats van die versie zonder muren. Was dat een yeet? Ja, volgens mij yeet die uit zichzelf. Dat was niet... dat was niet de... Hoe heet het toch? Dat was niet de UFO. Thomas mist ook. What? Nee, hij yeet hem gewoon zelf. Dat was echt niet de UFO. Wil je mij horen schreeuwen? Waarom gaat hij ineens zo snel? Jasper, wat doe jij hier? Mistook. Wat doe jij? Je gaat van 0 naar 100 in 300.000 kilometer per uur. Ik heb geen idee. Een applausje. Een applausje voor slimme Thomas. Wat een titanenstrijd tussen Thomas en Jasper aan het einde. Maar Thomas gaat ermee door. Slimme Thomas krijgt die kill blijkbaar, want hij heeft er nu 4. 4 kills voor slimme Thomas. Jasper op de tweede plaats. Maar ja, Thomas is de enige winnaar. Voor de mensen die de eliminations willen weten. Dit zijn alle mensen met kills. We hebben slimme Thomas, No Farmers, No Food, No Life. Jasper, Godfather Ken, Just Gino hier met 2. Henny Keumers met 2. Alex VM met 2. Stefan met 1. DJ Steen met een kill. Bas, Straight Jacket 010. Annalisa en ook gewoon Robin hebben een kill. Robin 1 kill met 19 damage. Damn, killsteal gewoon. En de enige met 0 damage... Ik weet niet, ik kan het niet heel goed lezen. Het is een beetje blurry daar. Het rendert niet goed. Thomas, wat een geweldige winst. Ik snap alleen niet wat daar gebeurde met Jasper. Ik snap het niet. I don't get it. De winnaars van de Grand Prix of Marbles Championship op de 3e plaats. En daarmee de bronzen medaille hebben wij... Henny Keumers, jij hebt een mooie 3e plaats en een mooie bronzen medaille. We zijn het niet gewend dat wij zo hoog eindigen. Normaal vallen we eigenlijk alleen maar van de baan af. Maar gelukkig standaardbanen val je wat minder vanaf dan wanneer banen worden aangevraagd. Dus dat idee is het wel leuk dat er wat minder banen werd afgevraagd. Qua budget voor dat natuurlijk wat minder. En op de 2e plaats weten we dan al. Dan weten we al wat er op de 2e plaats is gebeurd. Daar hebben we de man, de myth, de legend, de robot. Het is Spookbot de robot! De Spookybot. De Spooky 1611-bot. Spookbot de robot op de 2e plaats. En dat heeft heel veel boegeroep. Hoorde je dat ook? Heel veel boegeroep. Ah. Riep jij boe, Shaq? Het is beter dat ik het u nu niet zeg.
Op de eerste plaats en de back-to-back kampioen. Ik mag nog een tweede week genieten van mijn kampioenschap. Oh man, eerst heb ik er ooit 132 weken op moeten wachten. Dat is echt meer dan 2 jaar op moeten wachten. Maar nu heb ik heel veel kampioenschappen. Het is... Spooky Sentinel! Ja! De kerstman. Ik ben de kerstman gewoon. I am Santa Claus. I did it with Santa. Met zijn grijze baard. Ik heb wat grijs haar aan de zijkanten, zoals je ziet. Maar ik heb het ook nog eens met Santa 16-11 gedaan. Oh, 10 punten meer dan Spobot. 197 punten is ook fantastisch voor de maand. Maar hier zie je het. Iedereen die heeft meegedaan. Alle punten, de local points zijn waar we naar kijken. Spooky Sissiedelf, Spobot, Henny Keumes, Straightjacker 010, Godfather Ken, Agent Hitman, Bas, Annalisa. En we hebben ook Slimme Tommy. Jas, 64 op de 10e plaats. En ja, we hebben een hele mooie top 10 hierom. Een hele mooie top 10. We zien dat er bijna een record is verbroken. Het record staat op 14 eliminaties uit 23 races. Waar is Jasper? Wait. Ik had verwacht dat als we naar beneden scrollen met de hoeveelheid dat er vandaag speelde, dat er gewoon allemaal mensen waren die 1 race hebben gedaan. Maar Jasper, waar ben jij? Want kijk, het loopt hier naar 18, 12, 10, 8, 8, 6, 7, 6. Jasper? Oh, je staat daar. Je hebt volgens de game 0 season points gehaald. Dus als je dit deed voor je season points, dat je zo'n marble seizoen doet, je hebt er 0 gehaald. In 18 races. Oh. Oh. Artie Peacock leed heeft 11 races meegedaan. 12 punten. Dat is ook niet echt goed. Wow. Ik dacht dat Jasper wel meer punten had. De meeste racewins vandaag gaan naar Spooky 16-11 en Spobot. Die hebben beide 4 races gewonnen. Ik heb er 4 gewonnen vandaag en Spobot ook. Ik heb gewoon 8 races gewonnen van de 23. En de Henny Keumes Award. En hij heet Henny Keumes omdat Henny Keumes zo vaak deze award heeft gewonnen. Van het vaakst van de baan vallen. Het vaakst van de baan vliegen. Te laat over de finish gaan. Is vandaag gegaan naar... Jas! Ja! Ik weet niet of je daarmee moet celebraten, maar Jas 64 is de persoon die het vaakst van de baan af is gevallen. In de 23 races 12 keer van de baan af. Dat betekent dat er 11 races waren dat er in ieder geval gefinished werd. Dus meer dan de helft. Meer dan de helft van de races niet de finishlijn mogen betreden, bewandelen. Dat is best wel veel. Dat is best wel veel. Iedereen die meedeed, dankjewel voor het meedoen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze livestream. I appreciate you all. Voor het supporten. Voor alles wat jullie doen. En ook natuurlijk voor jullie geweldige, geweldige social time. Want ja, ik heb wel weer een leuke chat gehad. Leuke gesprekken gehad weer. We hebben even lekker kunnen unwinden. Ook nog even samen gezellig een interactief spelletje kunnen doen. Nog even wat leuke gesprekspunten. Wat gekke nieuwtjes weer van de wereld. De wereld is raar. De wereld zit gek in elkaar. Maar wij kunnen allemaal als individuen kunnen we de wereld weer net een stukje beter maken. I thank you all voor de support ook. Dankjewel voor de resub, gift subs, voor de dono's, voor de gifts op TikTok, voor de chats op TikTok. Ook op YouTube kan je altijd meekijken, maar Twitch is wel echt de main livestream. Voor de bits ook natuurlijk. Dikke shout-out naar iedereen. En thank you voor de follows. Ik hoop dat jullie allemaal een fantastische week hebben. De feestdagen komen er bijna. Misschien heb je wat meer vrije tijd. Wie weet heb je wat meer tijd om even ook tot rust te komen. Wie weet kom je niet tot rust omdat je familie gewoon hyperactief is. Dat kan ook. But anyhow, I thank you for watching. En
wij zijn gewoon de hele week, proberen we gewoon weer live te zijn met livestreams. Elke zondag natuurlijk de Grand Prix of Marbles Championship. Ook op de 24e. En ook op de 31e denk ik gewoon zo. Alleen dan begint hij mogelijk wel een tikje eerder. En I will see you next time wanneer je weer kan. Ja, thank you for choosing me om even live te kijken. En dankjewel voor de extreme gezelligheid. Slaap lekker als je gaat slapen. En anders nog een hele fijne nacht. Oh my god, de koning wordt opgegeten! We zien je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpers. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je maar. Ik ga dit doen. Oh! Wat? Ik zag een tank vliegen! Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? What the fuck? Hij klom heel hard. Oh shit, ze komt. Hele tijd stil, ineens zie je. Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! What's your going over the bridge, Sergeant? Oh, je zet Piet. Wow, skip it! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get down! Die animatie, please! What? Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik... Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja. Je hebt je ogen dicht! Hoi. Pas op voordat je doorziet. What the hell? Daar gebeurt het niet op mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey, wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Wat? Wat doe ik? Waar ben ik? Ah, wat? Huh? Wat ben ik? Nee! Ja, Rijnbouw! Het is een spelletje! Oh. Oh shit! Wat? Hoe kreeg je dat voor? Dat is insane! Kunnen ze dat opgestoken? Oh! Ik heb hem gedown met mijn flare gun! Relax, jongen! Oh! Maar focus, hé! Nee. Au. Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.